Ik fietste door de donkere straten op zoek naar leven, vervuld van energie. Het was 3 uur in de ochtend. Lege pleinen, zwarte laantjes, hier en daar een wakkere duif. Die beesten waren totaal van de kaart sinds de komst van de straatlantaarn. Zou die snel breken, een duivennek? Waarschijnlijk niet. Taaie rakkers, die vliegende ratten. Natuurlijk zag ik soms een mens. De stad slaapt nooit, zo gezegd. Ik vond het echter hoogst onaangenaam te moeten constateren dat het geen collega's waren. Ze hadden al nachtrust gehad. Of ze minst een tukje gedaan. Zo niet, dan gingen ze er eentje doen. De rotzakken. Ik zou ze leren. Mijn verbolgenheid richtte zich niet tegen de late wakers of de vroege vogels. Nog minder tegen de eigenaars van de enkele verlichte ramen die ik zag. Zoals die van de hoeren. Wanneer sliepen de hoeren? Die vraag kreeg ik niet meer uit mijn hoofd. Ik reed naar het glazen straatje en wandelde erdoor met mijn fiets aan de hand. De meeste dames schenen weinig plezier te scheppen in mijn verschijning. Enkele bekeken mij met een hoogmoedige en tegelijk medelijdende blik. Durf je niet? Durf je niet? Ik stopte voor de glazen kooi van een bleke, mollige vrouw. Ze was te rond voor haar fluoriserende top. Te onzeker voor haar zwarte latexrok. Ze droeg ongetwijfeld een pruik. Geen mens heeft zoveel haar. Haar ogen hadden de kleur van vuil zeewater en puilden uit in mijn richting. Mijn slapeloze brein keek baldadig terug en ik tikte op het raam. Help mij uit de nood of de jager schiet mij dood. Ze liet me binnen door de smalle deur en leidde me naar een bedompte kamer. Alles was roze. Van de porseleinen beeldjes tot de dildo naast het eveneens roze bed. Zou ze daar slapen? Ik wil je enkel een vraag stellen, zei ik. Ze glimlachte gemaakt en trachtte de onzekerheid in haar puilogen te verbergen met haar valse wimpers. Not understand, just arrive. When do you sleep? Ik had geen zin om hier lang te blijven. Ik had geen plaats voor omwegen, laat staan voor begrip. Sleep. Ze vouwde haar molle pootjes naast haar kaak, sloot haar oogjes en tuitte haar mondje. No sleep, miss. Only fuck. Ze loog, de trut. Wat deed ik hier ook? Wat een idee om te twijfelen aan het feit dat hoeren slapen. Iedereen slaapt. Slaap verweeft heden en verleden. Slaap verwerkt en heelt. Slaap bindt arm en rijk, man en vrouw, mens en dier, iedereen, elke lik. Behalve ik. Al tijdens mijn eerste nachtelijke omzwerving besloot ik mijn haat te richten op de duizenden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die vanuit donkere, zachte bedden keken naar de binnenkant van hun netvlies, naar de achterkant van hun ziel. Morgen zouden ze met moeite ontwaken. Slaapdronken zouden ze plaatsnemen aan de keukentafel of op het toilet. Met een ochtendhumeur. Waarom niet? Alsof zij iets te klagen hadden. Ik nam een laatste trek van mijn sigaret en smeet de peuk in een riool. Wonder Woman's Action Time. De deur naar het halletje van het appartementenblok maakte geen geluid. Wel sprong het licht in de ruimte waar de bellen hingen vanzelf aan met een zachte zoem. Ik keek naar de etiketten op de brievenbussen. Het ene al zorgvuldiger aangebracht dan het andere. De baren. Van Kielegem. De wachter. Zordana. Ahib. Won. De gieter. Ahib. Won. De gieter.
De combinatie van de drie laatste namen werkte op mijn versleten lachspieren. Ahiep won de gieter en nu zit hij ermee. Haha, zo grappig is dat nu ook weer niet. Ahiep, die heeft niet eens een plant om te gieten. Haha, ja kom, stop nu maar. Ach, maar Ahiep, vindt hij eens iets? Stop! Mijn gelach weerkaatste tussen de glazen deuren. Ik dwong mezelf tot stilte en nam plaats voor de bellen. We beginnen met Ahiep. Ik drukte zijn bel in en wachtte. Mijn oor naast de intercom. Het duurde lang. Goed zo. Trek jezelf de wereld in. Realiteit! Ja? Een bange vrouwenstem. Ik trachtte zo alarmerend mogelijk te zwijgen. Hallo? Wie is daar? Wat zeggen mensen toch banale dingen? Lange stilte. Had ze de horen laten vallen en was ze op weg naar beneden? Zeg, moet ik hiervoor wakker worden? Ik heb mijn nachtrust nodig. De slaap in haar stem verhinderde haar om het echt te schreeuwen. Het doel was bereikt. Ik glipte naar buiten en verdween op mijn ijzeren ros. In een nacht die alleen van mij was. In een nacht die alleen mij wou. Ja, en zo beginnen wij deze avond over slaap. Met een korte voordracht uit Slaap van Annelies Verbeker door Liesbeth Jansen. Programmamaker bij Radboud Reflex en vanavond voorlezer. U hoort haar nog twee keer. Slaap dus. We titelden deze avond Leven de slaap. Want hebben we er wel genoeg waardering voor? Wie kent niet alleen die wereldleider, maar ook die vriend of vriendin die zegt nee, ik kan toe met 4 of 5 of 6 uur slaap. Ik ken ook vrienden die proberen het terug te dringen. We moeten vooral zo min mogelijk slapen. Maar waarom eigenlijk? Is slaap niet fantastisch? En wat te zeggen van al die dromen die we dan hebben? En mind you, blijkbaar slapen planten ook. Over het belang van slaap, wat is slaap? Daar gaan we het vanavond over hebben. Met heel veel verschillende sprekers. Na de pauze een gesprek tussen Ton Koenen en Kees Lijnhorst aan de hand van fragmenten. Ton Koenen is biologisch psycholoog. Kees Lijnhorst is filosoof. En aan de hand van verschillende fragmenten en ook een gedicht en een aantal schilderijen gaan zij het hebben over slaap, de geschiedenis daarvan. En uiteindelijk denk ik dat we het ook zullen hebben over de ideale inrichting van de slaapkamer. Waarom ook eigenlijk niet? Want daar heeft Ton Koenen over geschreven. En dat delen wij graag vanavond met u. Dat is na de pauze. Voor de pauze hebben wij een lezing van psychoanalytica Tinka Prast over dromen. Over de droomduiding om precies te zijn. Over de Freudiaanse benadering dus. En de vraag of je misschien niet jezelf beter kan leren kennen door je dromen. We gaan het ook hebben over Norbert Peters, die hier voor mij zit, gaat het hebben over slaap bij planten. Want planten die slapen ook. Je zou je misschien wel af kunnen vragen of het Westland niet één groot verschrikkelijk insomnia gebeuren is. Al die arme plantjes die daar non-stop in het licht staan. Misschien gaat Norbert daar nog op in. En ik vergeet iemand die de pauze gaat inleiden. Want hoe doe je dat eigenlijk? Tot rust komen, slapen. We hebben er uiteraard heel veel moeite mee tegenwoordig. Yoga biedt ook een uitkomst hiervoor. En laat ik niet vergeten te zeggen dat het vandaag Internationale Yoga Dag is. Voor de tweede keer. Dus extra toepasselijk. Rob de Ron, dus yoga nidra leraar, slaapyoga. Die gaat iets vertellen en die gaat ons tot rust brengen voor de pauze. Dat is dat allemaal. Mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik presenteer deze avond. Leid ook het gesprek straks tussen Kees Lijnhorst en Ton Koenen. Maar nu eerst een applaus, uw aandacht voor Ton Koenen. Slaap. Dankjewel Lisa voor deze inleiding. Dames en heren, ik heb 15 minuten gekregen om u te vertellen wat slaap is. Normaal doe ik daar 10 maal 2 uur over. Maar nu moet dat in 15 minuten, dus we moeten snel van slag gaan nu. Oh, u ziet hier al deze mevrouw, Flaming June. En ik laat die zien omdat dat de mooiste
vrouw is van de slapende vrouwenkunst is. Want iedere schilder, zichzelf respecterende schilder, heeft zijn vrouw of zijn minnares of lief geschilderd terwijl ze sliep. En dit is een van de mooiste, althans, in de ogen van de Frederik Leighton. Zelf prefereer ik een andere van, hoe heet die nou, die Duitser, die Oostenrijker, Dane. Maar laten we maar eerst beginnen. En ik zou ook iets over de geschiedenis van het slaaponderzoek moeten vertellen. En dat ziet u hier aan de linkerkant, hier. Dat is de oudste theorie over slapen. En de algemene gedachte was dat slaap je overkomt als er geen activiteit meer het brein bereikt. He, dus geen stimuli die het brein meer bereiken, geen activiteit. In wetenschappelijke termen geen afferentie. He, je gaat 's avonds naar bed, er is niks meer te doen. Je doet het licht uit, is het stil, et cetera, en je valt dan in slaap. Daar hebben we heel lang hebben mensen daar op die manier over gedacht. En het is nog zo dat heel veel mensen daar op deze manier over denken. En het was in 1846 dat een Tsjechisch of Boheems fysioloog, Jan Purkinje, daar iets over gezegd heeft. En hij zegt dus die continue stroom van informatie die is nodig zijn, die is nodig om wakker te blijven. En vervalt die stroom, wordt die gereduceerd, wordt die geblokkeerd, dan val je in slaap. Dat is de passieve theorie van slaap. Ook wel deafferentie-theorie van slaap genoemd. Het ontbreken van afferentie, het ontbreken van activiteit. Het was later, net na de Tweede Wereldoorlog, de Spaanse griep, die kwam opzetten. De Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep, die kwam opzetten. En die ging gepaard met de Europese slaapziekte, encefalitis lethargica. Het was een aandoening van het brein. En het was meneer Constantin van Economo in 1917 die zich daar druk over maakte. En die ging patiënten behandelen, maar die ging ook de breinen onderzoeken van patiënten die gestorven waren aan die encefalitis lethargica. En de meeste die stierven vanuit een suffe, lethargische, slaapachtige toestand. En hij ontdekte dat bepaalde delen van het brein aangetast waren. Maar er was ook een percentage, 10% of daaromtrent, die hyperactief werden. En ook die breinen werden onderzocht. En hij vond dat andere delen van het brein aangetast waren. En op die grond poneerde hij de volgende stelling. Slaap is van het brein, is actief, zodanig dat bepaalde centra die actief zijn in het brein voor wakker zijn zorgen. En andere centra die actief worden, die zorgen voor slaap. Het is een wisselwerking tussen twee systemen in het brein. En de een zorgt voor wakker zijn en de ander zorgt voor slaap. En dat die staat bekend onder de actieve slaaptheorie. Het was de tegenhanger van de passieve slaaptheorie. Nou, lange tijd is daar niet in geloofd. Tot twee mensen, Giuseppe Moruzzi, een Italiaan, en Horace McGoon, een Amerikaan, die gingen dat brein verder onderzoeken. En die onderzochten een gebied in het brein wat hier in de hersenstam ligt. De reticulaire formatie genoemd. En daar hebben ze heel lang over gedaan. Dat was na de Tweede Wereldoorlog direct in de begin 50er jaren dat zij dat onderzoek deden. En ze hebben heel veel onderzoek daarna gedaan. En zij ontdekten dat er drie delen in te onderscheiden waren. Namelijk het voorste deel,
de mesencefale reticulaire formatie. En die zorgt voor activiteit van het brein. En die zorgt voor wakker zijn, wakker blijven, et cetera. Dat zie je hier aan die pijlen. En dan heb je het achterste deel gelegen in de medulla. En dat zorgt voor slaap. En wel voor de, laat ik zeggen, voor de gewone slaap, de normale slaap. Want er is nog een deel wat tussen die twee in ligt. De pontine reticulaire formatie die net boven de zogenaamde pons ligt. En die zorgt voor de zogenaamde remslaap. Daar kom ik dadelijk nog op terug wat precies het verschil is tussen die twee typen. Dus het voorste deel zorgt voor wakker zijn en wakker blijven. En het achterste deel zorgt voor slaap. En die theorie heet dus de reticulaire theorie. Dat is een andere naam voor de actieve slaaptheorie. En die is nu algemeen geaccepteerd als dé theorie achter het ritme van slapen en waken. Giuseppe Moruzzi, die ik overigens nog gekend heb in zijn latere jaren, en Horace Magoon, de opstellers van de reticulaire, dan wel actieve slaaptheorie. En dan zie je dus hier hoe dat nou in elkaar zit. Hier zie je het humane brein. En dan zie je dat hier, in die reticulaire formatie, daar spelen zich geweldig ingewikkelde complexe processen af. Maar het komt erop neer dat tijdens waken, dat zie je aan die groene pijlen die hier lopen, dan heb je een excitatoire, een activerende stof, een neurotransmitter, glutamaat en acetylcholine, wellicht nog andere, die zorgen voor activiteit in het brein, die zorgen voor wakker zijn en zo. Je komt de slaap, dan maakt die plaats voor de remmende neurotransmitter, het GABA, het gamma-aminobotersuur. En dan zie je dat dat ervoor zorgt dat er slaap optreedt. Een demping van het brein, rust in het brein. Dat is een voorwaarde om in te slapen. En dat zorgt dus het GABA voor, die inhibitoire, die remmende neurotransmitter. Dat zorgt er ook voor dat het bewustzijn daalt. We kennen die rare situatie dat je niet meer bewust bent dat je aanwezig bent. Maar het is geen bewusteloosheid. Het is een demping van het bewustzijn. En de stimuli om je heen, die bereiken nog wel het brein. Want je zintuigen die zijn nog actief terwijl je slaapt. Die nemen nog alle informatie op, die coderen dat ook en zenden dat naar het brein. Maar in het brein, er is een kern, de zogenaamde thalamus, en die reduceert die activiteit. Die remt die activiteit, die brein. Maar een deel bereikt nog steeds de cortex, de schors. Het verwerkende cognitieve deel van het brein. Die bereikt het nog. En dat is nog voldoende om de stimuli te herkennen. We weten allemaal dat je makkelijk wakker wordt van een bedreigende stimulus. Of een stimulus die relevant is, die belangrijk is. Daar word je dus makkelijker 's nachts wakker van dan van een neutrale stimulus. Dat is die herkenbaarheid, die evaluatie. Dus je bent wel onbewust, maar dat is geen bewusteloosheid. Je doet toch nog iets met binnenkomende informatie. Dus filtering treedt op, et cetera. Maar dat is niet zodanig dat er geen herkenning van de stimuli meer plaatsvindt. Je valt 's nachts ook niet uit bed. Want je weet ongeveer hoe je ligt. En als je te veel naar de zijkant gaat, dan corrigeer je jezelf weer. Want je weet nog wat je aan het doen bent, als het ware. Er is ritmiciteit. Dat weten we natuurlijk allemaal, dat er ritmiciteit is. Maar er zijn twee belangrijke ritmen, circadiane ritmen. Circadiaan betekent ongeveer één dag, een dag van 24 uur, een etmaal, zeg maar. En er zijn twee belangrijke, de twee belangrijkste ritmen, is het slaap-waakritme, hier in wit en in gestippeld weergegeven, het slaap-waakritme. Dus een zogenaamde dubbelplot, ze twee dagen achter elkaar weergegeven om te herkennen, die ritmiciteit
te herkennen. Dat is het ene. Het tweede is het ritme van de lichaamstemperatuur. Die is hier overheen getekend. En je ziet, in de ochtend gaat die lichaamstemperatuur stijgen. Die stijgt door tot 's avonds 8 uur, tot ongeveer nu. En dan gaat die dalen. Wat je ook doet, dan gaat die dalen. En die daalt door tot 's nachts 4 uur. 's nachts 4 uur is een bekend ook. Want het zijn niet alleen de temperatuur is dan op zijn laagste punt, maar allerlei fysiologische ritmen zijn op het laagste punt. En vragen in ziekenhuizen en in tehuizen voor ouderen, op welk tijdstip mensen plegen te overlijden, dat is 's nachts om 4 uur. Want er zijn alle fysiologische ritmen op het laagste punt. Hier, zieke, zwakke mensen plegen daar te overlijden. Nou, als dat niet het geval is, dan gaat die temperatuur weer stijgen. Hier. En dan gaat het weer gewoon verder. Hier. Dat zijn de twee belangrijke ritmen. En alle andere lichaamsritmen zijn gekoppeld aan één van deze twee. En die hebben niet dezelfde periodeduur. Dat is hier wel het geval. Door gewoon het ritme van dag en nacht. Maar stel dat je in een andere situatie komt, dan zie je dat het ritme van het slaap-waakritme, dat de periodeduur van het slaap-waakritme een andere duur krijgt dan die van de lichaamstemperatuur. En dat noemen we een jetlag. Dan zijn die twee ritmen niet meer in fase. En dat voelen we een soort malaise-achtige toestand en dat noemen we jetlag. Die twee ritmen zijn dan niet meer in fase met elkaar. Dus de twee ritmen, die zijn van belang, het slaap-waakritme en het ritme van de lichaamstemperatuur. Wel, wordt nou slapen en waken en de toestand van het brein onderzocht? Wel, dat is vroeger zo gebeurd en het gebeurt nu nog steeds, hoewel er meerdere scantechnieken zijn, met het elektroencefalogram. U kent dat wel, er worden elektroden op je hoofd geplakt. En dan worden afleidingen gemaakt en er wordt gekeken naar de elektrische activiteit van het brein. En dat kun je dus hier zien. Dit is een oud plaatje. Dat is nog in de, ik schat, begin 50er jaren. Dit is een recent plaatje gemaakt in Kempenhagen, de epilepsiekliniek, bij Eindhoven in de buurt. Daar, die man wordt geprepareerd voor slaaponderzoek hier. En dit is een plaatje uit ons laboratorium. Waar op een wat makkelijker manier een EEG-afleiding gemaakt wordt. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als deze en als die. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Dit is nog steeds de meest gebruikte techniek om iets over slapen en waken te weten te komen. We hebben nu natuurlijk andere technieken, de PET-scan, de CT-scan, fMRI-scan, etc. Maar dit is nog steeds de meest gebruikte techniek, omdat we precies begrijpen wat dit meet, wat een EEG precies meet. En als we dat doen, dan zien we diverse patronen, golfpatronen in die elektrische activiteit. En dan zien we hier, bij wakker zijn, zien we kleine golfjes. En kleine golfjes, dat moet je even maar onthouden, betekent veel activiteit. En als we inslapen, dan zien we hier dat het nog een tijdje zo blijft. Langzaam maar zeker worden die golven groter en groter. En hoe paradoxaal het ook klinkt, maar grote golven, dat is weinig activiteit. U moet dat eigenlijk zo zien dat alle cellen, hersencellen, die gaan dezelfde activiteit vertonen. Ze geven activiteit af en dan zijn ze weer een tijd stil en dan geven ze weer activiteit af enzovoort. En als je dat meet, dan krijg je die grote golven. Terwijl hier doen al die hersencellen iets anders. En als je dat meet met grote EEG-elektroden, dan krijg je die kleine, snelle activiteit. En dat betekent hier, stadium 4, dat is eigenlijk de diepe slaap, dat het brein in betrekkelijke rust is. Die cellen doen nog wel wat. Ze vuren allemaal, dan zijn ze een periode stil, dan vuren ze weer, et cetera. Maar eigenlijk is dat betrekkelijk weinig activiteit. En dan hebben we nog een hele ander patroon van de zogenaamde remslaap, de rapid eye movement slaap. Dan is het brein dus ook actief.
En dat is, laat ik zeggen, de droomslaap. De slaap dat gedroomd wordt. En als we dat dus in een schema zetten, hè, dan zie je dat hier een slaappatroon ontstaat. Hier zien we langs de x-as het aantal uren. Hier gaat iemand naar bed en hier staat iemand op. En die slaapt dus 8 uur ongeveer daaromtrent. En hier staan de stadia uit. Nou, hier is het nog wakker. Dat duurt 1 minuut of 5 tot 10 daaromtrent. Slaaplatentie is een goede voorspeller voor de kwaliteit van de slaap. Hoe korter die latentietijd is, hè, dus betekent de tijd die je nodig hebt om in te slapen, meestal is des te beter is de slaap. Als dat te lang gaat worden, dan is de slaap meestal licht van aard en word je vaak wakker. Wel, hier, dit is een goede slaper, een jonge volwassene, hè, die slaapt in en die gaat meteen naar de diepe slaap. Van stadium 4 wordt dat genoemd. 1,5 uur later wordt hij niet wakker, maar krijgt hij een fase van remslaap. Het is net of hij wakker lijkt te worden, maar het is een stadium van remslaap. Gaat weer terug naar de diepe slaap. Weer een tijd later zie je dat er weer een fase van remslaap optreedt. Al dan niet gevolgd door kortdurend wakker zijn. En je ziet langzaam maar zeker dat de slaap minder diep wordt, hoewel die fase van remslaap nog steeds voorkomen. En hier zien we dus wat de trias van slaap genoemd wordt. De diepe slaap zit in het begin van de nacht. De lichte slaap zit op het einde van de nacht. Maar die remslaap, die droomslaap, komt voor in fase, een cyclische fase, tijdens de hele nacht. En dat zijn er 4, 5, 6 fasen van dat type slaap. Wat is nu van belang? Wat is nu van het grootste belang? Dat is wat in het begin van de slaap gebeurt, van de diepe slaap. Want wat gebeurt daar? En dan moeten we naar dit plaatje kijken hier, het benedenste deel. En dan kijken we naar de spiegel van het groeihormoon, van het lichaamsgroeihormoon. En die stijgt bij de diepe slaap. Een lichaamsgroeihormoon, de naam zegt het al een beetje, zorgt voor groei bij kinderen, maar bij volwassenen zorgt het voor celdelingen, voor eiwitsynthese, voor weefselherstel, etc. Het lichaam wordt hersteld. Het lichaam wordt weer hersteld, hè, wat van de schade van de afgelopen dag hier. En dat zie je dus hier wat optreedt. Hier. En dat gebeurt tijdens de diepe slaap. Daarom is die zo van eminent belang. En op die vinding is dus de hersteltheorie, oftewel de restauratieve theorie van slaap gebaseerd. De belangrijkste theorie van slaap. He, waarom slapen wij? Wel, dat is voor lichamelijk herstel. En als we wakker worden, en dan moeten we naar dit plaatje kijken, dan is cortisol, dat is in tegenstelling tot het anaboolhormoon van het lichaamsgroeihormoon, dit is een kataboolhormoon, een afbrekend hormoon. En dat zorgt voor weefselafbraak, voor energie. En daar breng je de dag mee door. Dat zorgt voor energie en dat gebeurt dus tijdens die dag. En 's ochtends zit je vooral vol met energie. Want die breekt dat weefsel af, dat eiwit weer af, voor glucose, voor suiker. En zo wordt de energie geleverd. En u ziet het spiegelbeeldige karakter hiervan, als het de concentratie van het lichaamsgroeihormoon, van het anabolehormoon, hoog is, dan is dit laag en als dat hoog is, dan is dit laag. En dat is dus zoals dat gaat met het lichaamsgroeihormoon en het cortisol. Lichaamsgroeihormoon heet ook het somatotropine. Wordt ook als doping gebruikt natuurlijk. En ook het cortisol. En u ziet nu waarom dat zo is. Wel, heel kort. Heel kort nog iets over die drie, dat wakker zijn, die normale slaap en die remslaap. Je ziet hier bij deze poes hier, zie je dat actieve brein. Maar dat actieve brein, dat komt niet tot uiting op spierniveau, omdat de spieren verslapt zijn. We zullen daar straks nog meer over zien of horen. Die droomslaap. Die dromen wat je doet, blijf je rustig in bed liggen. En ondanks het feit dat die activiteit van het brein zo hoog is, spring je niet uit je bed
En ga je van alles en nog wat doen. En dat betekent dat die remslaap heel afwijkend is van de normale slaap. De vraag is zelfs of het een slaaptype is. Maar we weten niet precies natuurlijk wat slaap nou eigenlijk is. Maar we herkennen wel 3 bewustzijnstoestanden. Nu, vroeger 2, waken en slapen. Nu 3. Waken, met een hoge breinactiviteit en daarop afgesteld intens gedrag. Slapen, met een lage breinactiviteit en geen gedrag. En de remslaap, met hoge breinactiviteit en geen gedrag. Oftewel de droomslaap. En dus 3 stadia van bewustzijn worden momenteel herkend. En... Oh, dat was het... Ik moet ook ophouden. Maar dit wou ik nog even laten zien. Dit ging natuurlijk erg snel. En het is 5 minuten veel te kort. Maar mocht u meer willen weten over die slaap, dan kunt u dit boek aanschaffen. Het is nu uitverkocht. Ik wou zeggen helaas, maar het woord helaas past natuurlijk niet. Omdat binnenkort de tweede druk, begin juni, verschijnt de tweede druk. En die is dan weer verkrijgbaar. Lisa, ik wou het in eerste ronde hierbij laten. Het is natuurlijk te kort, maar ik ben toch al ver over mijn tijd heen gegaan. Dus sorry voor dat. Oké. Okay. Ja, hartelijk dank. Neem weer plaats. Ja. Ja, nou, we weten nu al een stuk meer over slaap bij mensen. Maar nog helemaal niets over slaap bij planten. Dus ik zou graag... de schrijver van het boek Botanische Revolutie, Plantenleer, de plantenleer van Darwin, uitnodigen om ons te vertellen over plantenslaap. Norbert Peters. Ja. Ja, ik wil het even kort, want ik heb maar kort, hebben over plantenslaap. Hier zie je trouwens een plantje van Desmodium gyrans. Als je YouTubet op Dancing Plant, kom je deze plant tegen. Aardig van deze plant is dat hij bijna op menselijke tijdschaal de zijblaadjes beweegt. Dus niet die hele grote... middenbladen, maar de kleine zijblaadjes die veranderen van positie. Dat is vrij uniek dat een plant beweegt op menselijke tijdschaal. Dus Google dat thuis. Maar plantenslaap. Er is op een gegeven moment in 1754 krijgt de Zweedse botanicus Carolus Linnaeus, die op dat moment werkzaam is in Uppsala, daar een nieuwe botanische tuin heeft laten aanleggen, die krijgt een plantje uit Montpellier, de Universiteit van Montpellier, en dat is een vogelklauwklaver. En hij zet die in de nieuwe orangerie, want hij woont natuurlijk in Zweden, dus het is vrij koud daar. En het duurt een aantal maanden voordat dat plantje kan wennen aan de temperatuur in Zweden. Of nou ja, niet de temperatuur, het klimaat van Zweden. Laat ik het daar maar gewoon op houden. Hij moet een tijdje wennen. En op een gegeven moment in mei, dan komen er bloempjes tevoorschijn. En Linnaeus is natuurlijk verrukt, dus die gaat kijken, bloempjes. En 's avonds wil hij weer die bloempjes gaan bekijken, maar die bloempjes zijn verdwenen. Dus hij komt de volgende dag weer terug. Zijn die bloempjes er weer? 'S avonds gaat hij weer kijken. Bloempjes verdwenen. Dag 3 besluit hij toch dit vreemde fenomeen iets nader te onderzoeken. Hij begint dat plantje te bekijken. En wat ontdekt hij nou? Is dat de blaadjes 's avonds de bloempjes toedekken. En dit fenomeen is eigenlijk de aanstalte om een verhandeling te schrijven over de slaap van planten. Somnus plantarum. Hij is ook de eerste die het dus slaap van planten noemt. En het aardige is dat je, kan het vanavond ook al zien. Het is natuurlijk midzomernacht, dus de zon is lang op. En er is vanavond ook volle maan, dus dat betekent dat je goed kan kijken 's nachts. En wat Linnaeus merkt is dat hij op het moment dat hij door zijn botanische tuin loopt, dat heel veel planten als het ware gaan slapen 's nachts. Of in ieder geval niet hetzelfde eruit zien als overdag. Heel veel bloemen sluiten de bloemhoofdjes. Heel veel bladeren gaan hangen, ondanks dat ze genoeg water hebben gehad. Als die onder een esdoorn staat, dan ziet hij overdag ziet hij niks van de hemel. Dan ziet hij geen licht er doorheen vallen. Maar 's nachts dan ziet hij dat in één keer wel. Hij merkt dat die blaadjes als het ware een klein beetje sluiten. En dat is een best vreemd fenomeen. Ik denk dat bijna van jullie dat ook kennen, maar ga eens vanavond bijvoorbeeld als je terugloopt naar het station of naar de parkeerplaats of zo, kijk eens goed of die planten er niet wat anders uitzien. Dat is misschien wel een aardige oefening. Hij gaat dat als het ware inventariseren, maar hij is eigenlijk niet de eerste die dat heeft gezien. Er is een generaal van Alexander de Grote, Aristoteles van Thasos, als ik het goed heb,
En die komt in die rondreizen natuurlijk, die al die expedities en veldtochten, komt hij op een gegeven moment op het eiland Tilos, wat vandaag de dag Bahrein heet. En op Tilos groeien tamarindebomen. En hij beschrijft in dat reisverslag, beschrijft hij hoe de tamarindebomen 's avonds die blaadjes laten hangen. En er is ook nog Albertus Magnus, Albert de Grote, die schrijft dat hij ziet dat bij peulgewassen dat er 's nachts de blaadjes van positie veranderen. Maar Linnaeus is eigenlijk de eerste die dat op een veel grotere schaal gaat onderzoeken. Die gaat laten zien dat plantjes allerlei verschillende slaapposities bijvoorbeeld kennen. Hij gaat ook vrij ver in de gelijkenis tussen slaap bij dieren en mensen en slaap bij planten. Hij zegt bijvoorbeeld, een eend laat zijn hoofd rusten tussen de veren. Een koe laat zich op zijn zij zakken. Nou, en een spinazieplantje die doet zijn blaadjes omhoog. En een valse acacia die doet zijn blaadjes naar beneden. En die vogelklauwklaver die we zagen, die doet dus zijn blaadjes om dat bloempje heen. En hij trekt die gelijkenis zelfs nog verder door. Hij zegt, als je een oud blad hebt, slaapt hij minder, vertoont hij minder slaapbeweging. En dat is eigenlijk net zo goed bij mensen zo. Mensen die wat ouder zijn, slapen wat minder dan als ze jong zijn. Dus hij trekt die parallel vrij ver door. En eigenlijk heeft hij eigenlijk zelf niet goed door dat dit een beetje gaat tegen zijn eigen ordening van de natuur. Linnaeus is eigenlijk een echte Aristotelicus. Al zit er een kleine variatie hier ten aanzien van Aristoteles. Dat is verder niet van belang. Maar hij maakt een indeling van de natuur en hij maakt een indeling in verschillende rijken. En hij begint dan, ik begin hier even onderaan, dus bij de stenen. Hij zegt, er zijn kristallen die kunnen groeien. Stalactiet bijvoorbeeld in een grot. En dan als je een stapje hoger gaat, dan kom je bij de planten. En de planten die kunnen niet alleen groeien, maar die vertonen ook leven. Ze bloeien, ze verwelken. En dan uiteindelijk komt hij bij de dieren. En de dieren die vertonen daarnaast ook nog sensitiviteit, begeertes, beweging. En waarom zou je nou zeggen dat er slaap is bij planten op het moment dat er geen sprake is van begeerte bij planten? En daarnaast ook eigenlijk beweging. Dus het gaat een beetje in tegen zijn eigen orde. En de opa van Charles Darwin, waar ik het zo meteen over zal hebben, die merkt dat ook eigenlijk op. Die merkt dat ook op. Die zegt, the sleep of animals consists in a suspension of voluntary motion. And as vegetables are likewise subject to sleep, there is reason to conclude that the various actions of opening and closing their petals and foliage may be justly ascribed to voluntary power. Er is sprake van wilskracht. Hij gaat zelfs zover dat als hij zegt dat als je een kruidje roermen niet aanraakt, en die gaat die blaadjes laten hangen. Ik weet niet of mensen kennen dat fenomeen al, hopelijk. Als je een kruidje roermen niet zo'n plantje, raak je aan en dan gaan die blaadjes allemaal sluiten. En dan, dat plantje gaat hangen. En dan zegt hij, dat is eigenlijk net als dat je iemand bewusteloos slaat. Alleen dan heel zacht natuurlijk. Maar ik bedoel, er is blijkbaar sprake van een zekere mate van wilskracht. Er is blijkbaar sprake van een zekere mate van begeerte. Anders zou er toch ook geen rust nodig zijn. Dat is zijn argumentatie. Nou, en zijn kleinzoon, die wij eigenlijk alleen maar kennen van zijn reis met de Beagle en de evolutietheorie en de Origin of Species, heeft heel veel onderzoek gedaan op het gebied van planten. Daarom heb ik ook een boek geschreven wat gaat over zijn plantaardige onderzoek. En een van zijn laatste werken, eigenlijk ook een van zijn meest revolutionaire werken, The Power of Movement in Plants, daar bespreekt hij dat fenomeen van plantenslaap. Want hij laat eigenlijk zien dat Linnaeus en Erasmus eigenlijk niet goed begrijpen waarom planten nou eigenlijk slapen. En dan begint hij eigenlijk gelijk met een kleine correctie, dat hij zegt, ja, ik wil het eigenlijk geen slaap noemen, want slaap, is het nou slaap bij een plant? Heeft het wel dezelfde functie? Je hebt bijvoorbeeld nachtdieren die slapen overdag. Hier is het echt gewoon specifiek. Alleen maar in de nacht veranderen die bladposities. Dus hij bedenkt een nieuw woord. Veel moeilijker woord. Nyctitropie. Komt van het Griekse woord nux, nacht, tropijn, wenden. Een soort nachtelijke wending. En hij gaat eigenlijk, nog op veel grotere schaal dan Aristoteles of Linnaeus, gaat hij die planten inventariseren. Welke planten maken allemaal die slaapbewegingen? En zo ja, wat voor slaapbewegingen zijn dat? En de meeste slaapbewegingen zijn vooral dat de blaadjes iets omhoog gaan staan, soms iets naar beneden gaan hangen. Stellen niet zoveel voor. Maar het kan complexer. Kijk in je tuin vanavond, als je klaver hebt staan, en bijna iedereen heeft dat staan, want dat is ontzettend invasief. Of nou, niet invasief, want het hoort hier, maar dan zie je dus dat klaverzurinkje. Moet je maar eens thuis kijken. Dat lijkt net een paraplu, die is ingeklapt. Als het gaat regenen doen ze dat ook, maar 's nachts doen ze het ook. Dus kijk vooral even in je tuin. En hier wordt het eigenlijk nog een stukje complexer bij die witte klaver. Want dan zie je dat, dit is dan de onderkant van het blad. En hier is dan de andere onderkant. Dus dat is het, als het ware die bladeren die draaien.
met de bovenkant tegen elkaar aan. En het derde blad gaat als het ware helemaal eroverheen als een soort dakje. Vrij complex. De zeerupsklaver zie je iets soortgelijks. Dan gaat dit steeltje, dat gaat omhoog staan. En je ziet hier dat al die blaadjes zich als het ware tegen die stengel aanduwen. Is ook al, dan zie je ook een foto erbij, dat je niet denkt dat Darwin het uit zijn hoge hoed heeft getoverd. Dit is de Argentijnse kaarsenstruik. En hier zie je het. Die vreemde soort bladpositie. Dit is niet gewoon dat die blaadjes gaan hangen. Maar het is echt dat ze dus zichzelf tegen elkaar aanduwen. Dat ze dus van positie veranderen. Op een eigenaardige manier. Bijna een soort origami of een soort servet vouwen. Nou vroeg Darwin natuurlijk zich af, hoe doen ze dat? Dat is belangrijk. Wij houden onszelf omhoog met botten, spieren, pezen. En hoe doen planten dat eigenlijk? Waarom hangt een blad niet als een soort vaandel aan een vlaggenstok? Gewoon een beetje slap te wapperen en als er wel wat wind in zit, dan komt het omhoog. Hoe blijft een plant in de lucht? En het aardige is natuurlijk dat een plant gebruikt iets wat de helft van deze zaal ongeveer ook heeft als orgaan. Het is een soort hydroskelet, wat je noemt. Dat betekent dat je op basis van waterdruk stabiliteit veroorzaakt. Bij een plantencel kan je dat merken dat een plantcel heeft twee lagen. Heeft als het ware een binnenband en een buitenband. Op het moment dat hij zich vult met water door osmose, dan zet die binnenband zich uit tot het tegen die buitenband aankomt, net als bij een fiets. En dan krijgt het stabiliteit. Daarom gaan je plantjes ook hangen op het moment dat je te lang geen water hebt gegeven. Dus het krijgt eigenlijk stabiliteit uit water. Jullie snappen hoop ik wel wat ik bedoel met een hydroskelet ten aanzien van mensen, toch? Hoop ik. Alleen dan met bloed natuurlijk. Dat is de hoe. Dat heeft hij eigenlijk een beetje van deze meneer von Pfeffer, die dat bespreekt op een van zijn eerste pagina's uit dit Duitse boek, waarvan ik de titel niet zou oplezen vanwege mijn verschrikkelijke Duitse accent. En hij beschrijft daar pulvini, of wat hij noemt een gelenk, een gewricht. En hier zie je zo'n gewricht vergroot. Nou, wat kan nou een plant, of wat kunnen nou deze gewrichten? Die kunnen heel snel water afstoten of heel snel water aanzuigen. En als ze heel snel water aanzuigen, dan gaan deze cellen hier gaan bol staan. Deze hier, die stoten water af, dus die rekken zich als het ware uit of worden kleiner. En zo krijg je beweging. Hier zie je een blaadje van de mimosa, waar dus al deze verschillende blaadjes, al deze deelblaadjes, hebben hun eigen pulvini. Zo klappen die verschillende blaadjes in. Het is dus eigenlijk een soort waterkraan die, nou ja, open dicht, dat is misschien niet helemaal een goede uitleg. Maar in ieder geval, in één keer trekt dat water zich dus eruit. En dan gaat hij in één keer zo slap hangen. Dat is wat hij doet. Maar dan de waarom. Dat wilde Darwin ook weten. En Darwin bedacht een eigenaardig experiment om dat te testen. Hij wilde namelijk kijken, wat gebeurt er als ze rusteloos zijn? Als ik ze uit hun slaap hou, die plantjes. Dus hij ging met allemaal prikkertjes en kurkjes en elastiekjes, ging hij plantjes uit hun slaap houden. Dus die blaadjes recht houden. Zorgen dat ze niet in die slaappositie kwamen. Nou, en hij schrijft aan zijn vriend dat hij een veelheid aan planten zwaar heeft verwond of gedood. Het is trouwens, en daarna wordt het nog dramatischer, want hij heeft ook een plantje wat zeer waardevol was, heeft hij vermoord. Je ziet dat hij was gehecht aan deze plant. Hij gaat dus inderdaad kijken, en begrijpt eigenlijk niet goed, waarom is het nou zo schadelijk? Waarom als ik die bladeren uit die positie hou in de nacht, waarom beginnen ze gelijk eigenlijk binnen de nacht te verwelken? Of beginnen ze eigenlijk binnen de nacht gaan ze dood? Hoe kan dat? En hij zegt dat het te maken heeft met radiation. Dat is niet straling zoals op Tsjernobyl, maar heeft te maken met warmtestraling. Dit is een manier om warmte bij je te houden, 's nachts. 's Nachts wordt het natuurlijk kouder. Die planten die hebben ook een bepaalde temperatuur die ze hoog moeten houden. Dat is in ieder geval de uitleg die Darwin eraan geeft. Tegenwoordig is daar nog steeds discussie over, maar men denkt in ieder geval dat dit iets te maken heeft met dat aan de onderkant van de blaadjes zitten de huidmondjes en die zorgen voor de uitwisseling met gassen, met een omgeving en ook de verdamping van water. Dus men denkt dat het meer daarmee samenhangt dan met daadwerkelijk warmteverlies. Maar men denkt wel dat warmteverlies er iets mee te maken heeft. Dus Darwin heeft niet helemaal ongelijk. Maar dan is eigenlijk nog één grote vraag, ook voor Darwin. Is dit nou dat slaapritme, als het ware slaapwaakritme, wat we net ook al hebben gehad bij de vorige lezing, bij planten. Is dat nou iets wat ingebakken is in dat plantje? Of is dat alleen maar een reactie op zijn omgeving? De zon gaat onder en de blaadjes gaan hangen. Is het een oorzaak van buiten, een itionoom iets? Of is het autonoom? Is het van binnenuit? Is het vanuit zichzelf? En daar zijn de meningen over verdeeld. Maar deze meneer, Jean-Jacques de Marin, schrijft in een wetenschappelijk artikel van 300 woorden ongeveer, een eigenaardig iets wat hij heeft gezien in zijn eigen studeerkamer. Hij heeft een
mimosaatjes, zo'n kruidje roer me niet. En hij zit s'avonds te werken en hij ziet dat dat plantje is gaan slapen. En dan denkt hij, komt hij op het idee om dat hij die plant in de kast gaat zetten. En om te kijken of die ook zonder dat er licht door de ramen komt en het uiteindelijk dan avond wordt, of die dan nog steeds die slaap-waakritmes vertoont. Hij zet dat in zijn kast, gaat 's middags kijken, door dat kastje heen kijken. En inderdaad hoor, dat plantje staat gewoon met alle blaadjes recht omhoog. Dus hij denkt, hé, wacht eens even. Er is hier blijkbaar een soort bepaalde interne klok die ervoor zorgt dat die blaadjes van positie veranderen. Dit is niet alleen maar een reactie op een omgeving. Nou, er zijn mensen die gaan daaraan twijfelen, die denken, ja, misschien was er toch kwam er toch licht door een kiertje in die kast. Het was natuurlijk niet echt een experiment zoals we vandaag de dag experimenten doen. En ze merkten ook dat als je dit aantal dagen achter elkaar herhaalt, dan wordt op een gegeven moment wordt dat ritme begint uren te verliezen. Als het ware dat ritme komt, die periodiciteit daarvan, die wordt toch wat korter. Dus ze beginnen daar aan te twijfelen, wat is het nou? Is het nou inderdaad die autonome of is het die eitionome? En Darwin die... Oh, wacht, gaat te snel. Darwin die houdt het eigenlijk een beetje in het midden. Die von Pfeffer die we zojuist zagen, die zegt dat het geheel van buiten is. Dat het geheel een reactie is vanuit de omgeving. Ze reageren gewoon op het ondergaan van de zon. En hij vergelijkt het eigenlijk met een klokslinger. Als het ware, die zon gaat onder en die klokslinger die krijgt dus een zet. En die klokslinger gaat in feite door nog een tijd. Maar zorg je dat die lang genoeg buiten het licht blijft, dan gaat op een gegeven moment die slinger komt tot een halt. Nou, Darwin neemt een beetje een tussenpositie. Die zegt, ik geloof niet dat het een intern klokmechanisme is. Want dat zou betekenen dat je geen planten kan verhuizen van de ene kant naar de andere kant van de aarde. En hij wist dat dat kon. Je had het allemaal een hortus met een kas met allemaal tropische planten. Als die een interne klok zouden hebben, dan zouden ze op hele gekke momenten hun bladeren gaan sluiten en hun bladeren weer open doen. Maar hij gelooft wel dat er een soort erfelijke component is. Dat er wel iets interns is. En daarmee is hij eigenlijk de voorloper van wat je later de chronobiologie noemt. Ten aanzien van planten dan even. Want tegenwoordig weten we, en dat hebben we net ook al gehoord, dat we een biologisch klok hebben. Dat is een circadiaans ritme. Er is een dag- en nachtritme. En het aardige is dat wij dat delen met planten. Nog voordat planten en uiteindelijk ook mensen in de evolutionaire geschiedenis zijn uit elkaar zijn gegaan, waren er al klokmechanismen. De bekende auteur Jonathan Weiner, die schrijft veel over evolutiebiologie, die zegt ook, een klok is zo essentieel voor overleven, want je moet je taakjes kunnen verdelen. Je moet op bepaalde tijden van de dag moet je eten en op andere tijden van de dag moet je iets anders doen. Het is noodzakelijk om een bepaalde kalender op na te houden, een bepaalde agenda op na te houden als organisme. En we weten het tegenwoordig ook, want zowel planten als mensen hebben eiwitten, cryptochromen, die reageren op blauw licht. En het aardige is dus dat op het moment dat jij op vakantie gaat en je neemt zo'n kruidje roer me niet mee, je gaat naar Amerika toe. Je krijgt er niet mee in het vliegtuig hoor, dus niet proberen, want men weet dat waarschijnlijk bij de douane toch niet wat dat is. Dus kijk ook een beetje vreemd aan als je daar met een plantje naast je zit. Maar wat je zal merken is dat het plantje ook een jetlag heeft. Ook het plantje zal een tijd nodig hebben op de nieuwe locatie om te wennen aan de verschillende input van dag en nacht. En om zich daarop aan te passen. Dus ook plantjes hebben jetlags. Daar wil ik er eigenlijk mee ophouden. Dank u wel. Norbert, dank je wel. We gaan weer van de planten terug naar de mensen. En we gaan niet naar de slaap, maar we gaan nu naar de droom. Graag uw aandacht en een hartelijk applaus voor Tinka Prast. Ik kan niet lopen, want ik zit aan dit dingetje vast en dat kan ik nergens kwijt. En verder heb ik ook het niet zo goed in mijn hoofd dat ik het allemaal... Dus ik ga het gewoon voorlezen, mijn verhaal. Wat je droomt, ben jezelf. Ik droomde dat ik een konijn zag dat hardop kon praten en op een zakhorloge keek. Het was bang om ergens te laat te komen. Ik volgde het konijn toen hij zijn hol inkroop en ik viel in een hele diepe put. Er waren daar drankjes en hapjes waardoor je kon groeien en krimpen. Ik kwam in een wereld met hele vreemde wezens. Er was een koningin, het was de hartenkoningin van een kaartspel. Zij liet zomaar iedereen onthoofden die haar dwars zat. Heb ik een...
volgende dia? Ja. Ongetwijfeld herkent u in deze passage die ik net las een van de beroemdste dromen uit de wereldliteratuur, door Lewis Carroll beschreven in Alice in Wonderland. Zoals Alice hals over kop achter het konijn aan Wonderland binnentuimelt, zo rollen wij met de introductie van de droom van Alice zonder veel omwegen in een aantal kwesties die voor mij volgens mij relevant zijn voor de manier waarop in de psychoanalytische praktijk met dromen gewerkt wordt. Ik noem maar enkele die ik in het vervolg van mijn praatje wil uitwerken. Ten eerste, over welke droom hebben we het eigenlijk? De herinnerde droom, de vertelde of de opgeschreven droom, de droom at face value of de droom achter de droom? En voorts, van wie is de droom eigenlijk? Is de droom van de dromer, van de analyticus of eventueel van hen samen? En tenslotte, wat hebben we eraan aan onze dromen? Moeten we ze wel zo serieus nemen? Zijn het niet gewoon afvalproducten van het dagelijks werk van onze hersenen, waar je vooral niet in moet gaan rondsnuffelen op zoek naar betekenis? Nou, de eerste die zich van alle psychoanalytici uitgebreid bezighield met dromen was natuurlijk Sigmund Freud. In die Traumdeutung maakt hij onderscheid tussen enerzijds de manifeste droom, dus de bewuste droom zoals die herinnerd en verteld wordt, en anderzijds de latente droom. En die laatste moet als het ware opgegraven worden in het onbewuste van de dromer. Tussen de manifeste en de latente droom bevindt zich volgens Freud de droomcensuur. Die draagt er zorg voor dat de verboden wensen en verlangens van de dromer niet zomaar tot het bewuste door kunnen dringen. De droom laat verlangens en wensen slechts zien in verhulde en vaak raadselachtige vorm. Met uitzondering van kinderdromen en terugkerende nachtmerries vat Freud alle overige dromen op als verhulde, vervormde uitdrukkingen van verboden, onbewuste wensen en verlangens. Zouden die verboden verlangens rechtstreeks in de manifeste droom zichtbaar worden voor de dromer, dan zou deze niet ongestoord verder kunnen slapen. Stel je voor dat je zou dromen dat je je vader vermoordt om met je moeder naar bed te kunnen gaan. Dan zou je meteen vol schaamte en schuldgevoel wakker schrikken. Freud ziet de droom dan ook als de hoeder van de slaap. En via de methode van de vrije associatie, waarbij de dromer zonder terughoudendheid of zelfkritiek alle invallen bij elk aspect van de droom vertelt, ontdekt de analyticus achter de manifeste de latente droominhoud. En die latente droominhoud wordt vervolgens aan de analysant voorgelegd en geduid. Wat Freud zou zeggen als de schrijver van Alice in Wonderland, Charles Dodgen, hem de droom zou vertellen, daarover kunnen we natuurlijk alleen maar speculeren. Het is niet zo'n gekke gedachte, want Freud en Dodgen waren tijdgenoten. Zeker is dat Freud de manifeste droom niet rechtstreeks zou hebben geduid, maar eerst naar de invallen en associaties van Dodgen zou hebben gevraagd. En die zouden hem vast naar het boottochtje met de kleine Alice Liddell en haar zusjes hebben gevoerd. En naar alle verboden verlangens die Dodgen met betrekking tot kleine meisjes koesterde. Freud zou ook zeker nieuwsgierig zijn geweest naar het levensverhaal van de dromer, om diens droom over Alice goed te kunnen duiden. Wie was die dromer? Wat weten we van de schrijver achter het pseudoniem Lewis Carroll? Charles Ludwig Dodgen werd geboren in 1832 als oudste zoon en derde kind van 11 kinderen in een domineesgezin in Daresbury. De eerste 11 jaar van zijn leven werden gedomineerd door de rituelen van de Anglicaanse kerk en door zijn vaders sterk intellectueel gekleurde persoonlijkheid. De kinderen groeiden in betrekkelijk isolement op, omdat ze niet naar school gingen, maar thuis werden onderwezen door hun moeder. Pas op 12-jarige leeftijd gaat Charles voor het eerst naar school. Hij heeft, net als 6 van zijn 7 zussen, last van stotteren en zegt Dodgen als hem naar zijn naam wordt gevraagd. En zo komt de dodo in Wonderland. Dodgen leert Alice Liddell, de protagonist van Wonderland, kennen in 1856... Zij is een van de 3 dochters van de nieuwe decaan van Christchurch. Het begint ermee dat Charles de 3 meisjes Liddell fotografeert in de tuin van hun huis en zo vriendschap met hen sluit. En op vrijdag 4 juli 1862 gaat Charles roeien met zijn vriend Robinson Duckworth en 3 kinderen Liddell, Edith, Alice en Ina.
Tijdens het varen zou Dolchen ter plekke de avonturen van Alice in Wonderland hebben verzonnen. Op aandringen van Alice zelf, dan 10 jaar oud, zet hij zijn verhalen op papier en stuurt haar de eerste handgeschreven versie als kerstcadeau in 1864. De moeder van Alice heeft dan inmiddels het contact tussen Dodgen en Alice verboden, want die vindt het maar verdacht dat hij zoveel belangstelling voor haar dochter toont. Hier ziet u de val van Alice. Niet alleen in de droom van Alice. In Wonderland begint met een val. Het vallen, in de diepte vallen, in de leegte vallen, te pletter vallen, is een veel voorkomend motief in dromen. Van de realiteit die ten grondslag lag aan het droomverhaal van Lewis, Carol, laat ik me nu even vallen in een droom van een analysant. Het is een repeterende droom. Een droom die mijn patiënten als kind keer op keer droomde. Ik droom dat ik achterop zit op de fiets bij mijn moeder. Ik zit op de bagagedrager en val er plotseling af op de grond. Mijn moeder merkt niet dat ik gevallen ben. En ze rijdt altijd gewoon door, zonder achterom te kijken. Ik probeer te roepen, maar er komt geen geluid uit mijn keel. Of ze hoort mij niet. Ik zit wanhopig op de grond en zie hoe mijn moeder in de verte verdwijnt. Nogmaals, welke droom? De gedachte van een fundamentele discontinuïteit tussen de manifeste en de latente droom, zoals Freud formuleerde, is inmiddels in de psychoanalytische theorie en praktijk wel losgelaten. De manifeste droom kan zonder meer betekenisvol zijn, zoals in het voorbeeld van het kind dat van de fiets viel. Een ander voorbeeld, een vrouw droomde dat zij wakker werd op de verjaardag van haar echtgenoot en helemaal geen cadeautjes voor hem had gekocht. Gevraagd naar haar invallen bij deze droom, zegt patiënte spontaan: lekker pu, ik vergeet hem, zoals hij mij telkens vergeet. Haar echtgenote is niet alleen warrig en vergeetachtig in praktische zaken, hij laat patiënten zelf ook keer op keer uit zijn gedachten vallen. Dat zij in deze droom wraak neemt op haar vergeetachtige echtgenoot blijkt meteen uit de manifeste inhoud. In ieder geval hebben we, als lezer en als analyticus, geen toegang tot een andere droom dan de manifeste droom. En dat is waarschijnlijk al een bewerking van de herinnerde droom. En de droom zoals die gedroomd is, 's nachts, die kent de dromer zelf niet eens meer precies. Die blijft een mysterie, behoed door de slaap. De droom zoals die voorkomt in de literatuur maakt waarschijnlijk de meeste indruk op de lezer als het een echt gedroomde en zo goed mogelijk herinnerde droom is, dus niet een verzinsel van de auteur. De droom maakt dan vooral indruk vanwege de beelden die erin worden opgeroepen. En de dialogen zijn meestal secundair. Of dat ook geldt voor de droom van Alice in Verbazië. Dat is een mooie vertaling van Nicolas Matsier. Die vertaalt Wonderland in Verbazië. Maar het is de vraag of daar de dialogen niet zo onbelangrijk zijn als vaak bij droombeelden in de literatuur. Want voor Dodgen zijn de dialogen misschien wel even belangrijk als de beelden. En ook blijkt het meest uit die wonderlijke dialogen dat het waarschijnlijk een geconstrueerde droom is en niet een werkelijk gedroomde droom. En wie zal zeggen of de beelden en figuren de eigen droombeelden van Dodgen zijn? Misschien zijn ze wel het product van de gezamenlijke droombeleving van Alice en Dodgen in hun bootje op de Theems. Volgens Morton Cohen, schrijver van een indrukwekkende biografie over Lewis Carroll die in 1995 verscheen, zijn de avonturen van Alice in Wonderland vooral te begrijpen als een verhaal over Dodgen zelf, in de vermomming van het meisje Alice. Hij schrijft, en ik citeer in mijn eigen vertaling: het is waar, het boek gaat over de avonturen van een jonge vrouw. Charles begon een verhaal te vertellen aan de meisjes Liddell en besloot een van hen, zijn favoriet, tot heldin van het verhaal te maken. Maar hij maakte daarbij niet alleen gebruik van zijn eigen jeugdherinnering, maar stortte zijn ziel erin uit. Hij legde de kwellingen en de verbijsteringen die hij zelf had moeten verdragen als kind erin vast. De metaforen in de boeken zijn de externe tekens van zijn innerlijke emotionele leven. Einde citaat. Wat je droomt, ben je dus zelf.
Als we de droom van Alice in Wonderland op zijn manifeste inhoud bekijken, vallen een aantal zaken op. De droom gaat veel over eten. Er spelen allerlei vreemde personages in. En Alice groeit en krimpt in de droom alsof het niks is. Verder zijn de dialogen vaak bizar en volgen de wetten van de alledaagse, wakkere logica niet. Meerdere auteurs hebben erop gewezen dat het verhaal gaat over het zoeken naar identiteit. Alice vraagt zich hardop af, wie ben ik? Ben ik groot of klein? Besta ik echt? Of alleen in de dromen van anderen? Hier ziet u een illustratie, even kijken hoe dat gaat, daar van de dromende klaveren heer van het kaartspel. En Tweedledee en Tweedledum praten met Alice over hem. He's dreaming now, said Tweedledee. And what do you think he's dreaming about? Alice said, nobody can guess that. Why, about you, Tweedledee exclaimed, clapping his hands triumphantly. And if he left off dreaming about you, where do you suppose you'd be? Where I am now, of course, said Alice. Not you, Tweedledee retorted contemptuously. You'd be nowhere. Why, you're only a sort of thing in his dream. If that there king was to wake, added Tweedledum, you'd go out bang, just like a candle. But I'm real, said Alice, and began to cry. And if I wasn't real, I shouldn't be able to cry. Het verhaal van Lewis Carroll is niet alleen een prachtig droomboek, maar tevens een metafoor voor wat er in een psychoanalyse gebeurt als het goed is. Psychoanalyse als een gezamenlijke reis door verbazingen. Je gaat liggen, je komt een pratend konijn tegen, je analyticus die onverbiddelijk op de klok kijkt en je valt meteen in een diep gat, de vele lagen van je eigen onbewuste. Betekenisvol in dit verband is dat de oorspronkelijke titel die Dodge in het verhaal meegaf luidt Alice's Adventures Underground. Daar, onder de grond, geldt een volstrekt andere logica dan die in het dagelijks leven. De onlogica van het primaire proces. In een droom kunnen gebeurtenissen tegelijk plaatsvinden die onverenigbaar zijn. En kan een huis ineens in een beerput veranderen. In die diepe put dreig je soms te verdrinken in je eigen tranen. Je voelt je afwisselend piepklein en reuzengroot. En je ontmoet in die wondere wereld van je onderbewuste altijd allerlei vreemde personages. Zoals Alice de Mad Hatter ontmoet en de Cheshire Cat en de Hartenkoningin. Personages waarvan je het liefst wilt ontkennen dat ze iets met jou te maken hebben, maar de droom vertelt het tegendeel. Wat je droomt ben jezelf. Het zijn allemaal aspecten van je eigen persoon waarmee je in je analyse wel in gesprek zult moeten, ook al wil je dat misschien helemaal niet. Nu mijn tweede vraag. Van wie is de droom? Misschien een rare vraag, want op het eerste gezicht is de droom natuurlijk van de dromer. De droom is van de schrijver of van de patiënt. In ieder geval van degene die de droom droomt. Echter, zoals met name Thomas Ogden heeft verwoord, in een psychoanalyse ontstaat door het intieme en intensieve contact tussen de patiënt en de analyticus een zogenaamde analytische derde. In de analyse zijn niet alleen het bewuste van twee personen in interactie, maar ook en vooral hun beider onbewuste. En uit die interactie wordt het analytische derde gegenereerd. Terwijl Freud de analyticus nog beschouwde als degene die het beste wist wat een droom betekende en hoe die geduid moest worden, en zich daarmee als het ware opstelde als de eigenaar van de droom, zien we tegenwoordig de analyticus en de patiënt meer als gelijkwaardige partners bij het werken met dromen. Geen droomduiding meer, maar een droomgesprek, zoals Harry Stroeken dat noemt. Waarin de therapeut en de patiënt samen op zoek gaan naar alle mogelijke betekenissen van de droom. Daarbij proberen ze allebei zoveel mogelijk hun spontane invallen te volgen en vrij te associëren. De manifeste droom, dus de droom zoals de patiënt zich die herinnert en zoals de patiënt de droom vertelt, wordt daarbij tot uitgangspunt genomen. In relatie tot wat er op dat moment gaande is in het leven van de patiënt en in de analyse.
omdat de droom wordt gedroomd in de context van de psychoanalyse, van het intensieve contact tussen het onbewuste van de patiënt met het onbewuste van de analyticus, zou je kunnen zeggen, een droom die tijdens een psychoanalyse wordt gedroomd, is nog van de patiënt, nog van de analyticus, maar is een product van de analytische derde. En tenslotte mijn derde vraag, wat hebben we aan onze dromen? Voor degene die serieus twijfelen aan het belang van dromen, geef ik de conclusie die Mark Hebrecht trekt in zijn boek De Droom, Verkenning van een Grensgebied uit 2010. Op basis van het meest recente droom- en geheugenonderzoek concludeert Hebrecht daar dat dromen een consoliderende functie hebben voor het geheugen en dat ze de synaptische plasticiteit bevorderen. Daarnaast is aangetoond dat dromen de slaap ten goede komt. Patiënten met een hersenbeschadiging die niet dromen vertonen een meer verstoorde slaap dan patiënten met vergelijkbaar hersenletsel die nog wel kunnen dromen. Voor het overige bestaan er heel veel hypothesen over de functie van dromen, maar die zijn nog onvoldoende empirisch getoetst. Het neurobiologisch onderzoek naar de functie van de droom zal echter nooit een antwoord kunnen geven op de vraag naar de psychologische betekenis van de droom. Daarvoor blijven we aangewezen op ervaringen in de klinische praktijk en in bijvoorbeeld film- en literatuurwetenschappen. Dromen zijn bedrog. Dat wil de volksmond, maar dit plaatje van de Bijbelse Jacob, die in zijn droom met een engel vecht, verwijst naar een andere waarheid. Niet de droom, maar de mens zelf is een bedrieger, die op zijn beurt bedrogen kan worden. Maar toch niet door de droom, zou ik willen zeggen, want dromen kunnen niet liegen. Anders gezegd, dromen vertellen altijd de waarheid, of we die nu willen horen of niet. Er zijn ontelbare manieren waarop de mens zichzelf kan bedriegen. Film en literatuur varen daar wel bij. Toneel, schilderkunst, maar de menselijke geest niet. Mensen worden zowel psychisch als lichamelijk ziek als ze zichzelf te vaak of te langdurig voor de gek houden. Dat kan op vele manieren. Logenen, verdringen, omkeren in het tegendeel, projecteren, rationaliseren, noem maar op. Alle afweermechanismen zijn in de grond een vorm van zelfbedrog. Zelfbedrog dat heel nuttig kan zijn om een onverdraaglijke situatie tijdelijk toch te kunnen verdragen, om psychisch te kunnen overleven. Maar op den duur wordt het middel erger dan de kwaal en raken we depressief, angstig, dwangmatig of vervreemd. We verliezen het contact met onze binnenwereld, ervaren het leven als betekenisloos en onszelf als leeg. Want met het afweren van de pijnlijke gevoelens verdwijnen ook de vitaliteit en het vermogen om werkelijk te genieten of intens contact met anderen te ervaren. Door ons te willen ontdoen van die delen van onze persoon die in onze ogen onacceptabel zijn, bijvoorbeeld jaloezie, woede, afgunst, of van gevoelens die ons te pijnlijk lijken om te verdragen, bijvoorbeeld rouw, het verlies van een geliefde. Daardoor ontdoen we onszelf onbedoeld van ons vermogen te ervaren wat het betekent om echt mens te zijn. In de klinische praktijk kunnen dromen behulpzaam zijn om het zelfbedrog van de dromer, ten gevolge waarvan hij ziek is geworden, te ontmaskeren. Daarbij gaan we ervan uit dat de droom een innerlijke, emotionele waarheid vertegenwoordigt. Dat dromen dus juist geen bedrog zijn. Wat je droomt, ben je zelf. Je echte, onvervreemde zelf. Dromen als medicijn tegen zelfbedrog. Denkt u aan de vele drankjes die Alice in Wonderland drinkt. Je valt in je droom, misschien in een diepe put. Maar daar, in die donkere, geheimzinnige wereld van je onbewuste, kan je ook van de ene verbazing in de andere vallen. En door samen met je analyticus vrij te associëren over alle personages en gebeurtenissen in je droom, kan je de delen van jezelf die je wilde verwerpen in jezelf terugnemen. En daar word je als mens beter van. Dan kun je mogelijk je echte levende zelf terugvinden. En dan zeg je bij het wakker worden niet, het was maar een droom. Dank u wel. Ik ben benieuwd wat ik
vannacht allemaal ga dromen. Misschien mag ik het er nog eens over hebben. Op deze korte nacht. Waarin we hopelijk toch allemaal goed en diep gaan slapen. En hopelijk dat deze korte oefening voor de pauze door Rob de Ron ons daarbij helpt. Een warm applaus. Yoga-leraar Rob de Ron. Ik probeer de theorie zoals die vanavond op dat bord staat eens in de praktijk te brengen. Meestal gaat slapen over de theorie. Ja, als je wilt even blijven staan. Dan, de theorie van het slapen zoals je die hoort een beetje in de praktijk te brengen. Als je zo naar Lisa kijkt, aan profiel, dus vanaf de zijkant. Het brein is eigenlijk het gedeelte dat zou willen slapen. Dat lichaam kan eigenlijk wel zonder slaap. Dat kan eigenlijk met rust toe. Slaap is eigenlijk voor het brein en, zoals Ton zei, door het brein. Maar er zit iets vreemds in dat brein. Alle dieren slapen. Alle levende wezens slapen. En eigenlijk wat Ton zegt, hij liet dat groene streepje zien, die reticularis. Dat oerbrein. Elk dier, een duif, een dolfijn. We beschikken allemaal, wij mensen, ook over dat oerbrein, reptielbrein. Daarin zit eigenlijk onze primaire levensbehoefte. Slapen, eten, seks, voortplanten, zit eigenlijk allemaal hier. Daar is later een neocortex overheen gekomen met onze intelligentie. Dat maakt ons mensen weer anders dan de dieren. Maar slaap verenigt ons. Rust verenigt ons. Denk aan de poes thuis op de vensterbank. Rust, slapen. Zelfs planten. Wat Norbert zo mooi liet zien, die plant in het Sanskriet, heet dat Pratyahara. Het symbool van Pratyahara is de schildpad die zijn pootjes intrekt. In die zin lijkt het op een plant die zichzelf zo afkapt. In Sanskriet hebben we daar het woord Pratyahara voor. De schildpad die de pootjes intrekt en zich even isoleert. Een brein dat zich wil isoleren. En ik heb eigenlijk drie zintuigen nodig om jullie tot rust te brengen. Een brein dat zich wil isoleren, de pootjes terug wil trekken als een plant. Dat doet het met het enige zintuig dat luikjes heeft. Ik help jullie op weg. Ik ben een dummy vanavond. Je bent een dummy. Ja, ja, ja. Het enige zintuig dat luikjes heeft. Ik wil het horen. Het oog. En dat is niet voor niets. Onze oren hebben geen luikjes. Onze huid heeft geen luikjes. Je kunt je niet afsluiten, je kunt niet de schildpad zijn. Alleen je ogen. En dat is eigenlijk het begin van slaap. Het tweede zintuig. Ogen vallen eigenlijk als je wilt slapen. Smaak heb je niet zoveel aan. Geur heb je niet zoveel aan. Het tweede zintuig dat ik nodig heb om iemand in slaap te kletsen, is de huid. En het oor natuurlijk. Als een kind gaat slapen, dan lees je hem graag een verhaal voor. En dat kind wil vreemd genoeg Sander en Daars hetzelfde verhaal horen. En weer hetzelfde verhaal. Het gaat meer om jouw stem. Ik zal mijn yogastem een beetje wakker maken. Moet ik mijn ogen dicht doen? Nee, nog niet. Okay. Ik heb je echt nodig. Maar ik heb jullie dadelijk allemaal zelf nodig. Pratyahara begint dus bij het zintuig oog. Nu heb je die krasjes gezien die Ton op de wand ziet. Bij de diepe slaap heb je een grote amplitude en een kleine frequentie. In de diepe slaap is de elektriciteit ongeveer 1 tik adrenaline per seconde, noradrenaline, we noemen het adrenaline. En dat is net genoeg om je hart te laten kloppen. Nog net adem te halen, je sterft eigenlijk net niet. Sterven, nou goed. En dat is wat Ton het over had, die formatio reticularis. Reticularis is eigenlijk een netwerk. En die sluit als het ware langzaam. En zo gauw die minder dan 8 tikjes adrenaline geeft, is eigenlijk de droom. Nog minder is eigenlijk de slaap. Het is een netwerk dat sluit. Als je klaar wakker bent, is die ver open. Hij zit precies hier in de overgang tussen schedel en lichaam. En je hebt ze eigenlijk beide nodig om in slaap te vallen. Wat mij verrast, ik heb de slaapcursus opgezet, slaapcursus.nl. Mocht je beter willen slapen. Reclame tussendoor. Nee, ik heb de slaapcursus opgezet, mijn vrouw sliep slecht. Ik geef al jaren yoga nidra. Maar ik kan mijn vrouw niet helpen met yoga nidra. Die wil echt niets met yoga van doen hebben. Dus dat wordt hem niet. Ik heb dat zo praktisch mogelijk gemaakt, zo fysiek mogelijk, zo wetenschappelijk mogelijk. Ik heb een lichaam nodig om iemand in slaap te kletsen. Want niemand lukt het hier met de neocortex. Niemand kan zeggen, ik heb morgen een belang, ik wil morgen naar Nijmegen voor die bijzondere lezing. Ik wil heel uitgeslapen zijn. Ik ga nu slapen. Dat is een mooie praat van die neocortex. Maar hij klikt niet met je oerbrein. Antonio Damasio, een leuke neuroloog, die zei, het is eigenlijk een slecht huwelijk tussen het oerbrein en de neocortex. Als de historie
zo had gedaan, hadden we met onze intelligentie in slaap kunnen vallen. Dat lukt niet. Nu hebben we ons lichaam nodig. Ik wil even vragen of jullie de persoon naast je een hand willen geven. Dat lukt, hè? Ja. Onthoud welke kant je een hand hebt gegeven. We gaan de andere kant een hand geven. Mag weer loslaten, maar nu met de ogen dicht. Schud de hand maar met de ogen dicht. Ogen dicht houden, als in de slaap, en een hand geven. Je mag weer loslaten. Is dat iets moeilijker met de ogen dicht? En toch lukt het. Dat heet proprioceptie. En dat heb ik gek genoeg nodig. Dat is een zesde zintuig, Richard Sherrington, die bedacht dat ooit. Hij kreeg later de Nobelprijs, omdat hij bedacht dat die elektriciteit van Norbert over had. Dat is door omzetten van eiwitten. Vond ze zo geweldig bedacht van Richard. Jij krijgt de Nobelprijs. Maar hij bedacht ook het zesde zintuig, proprioceptie. En proprioceptie betekent zoiets als het Franse propriété privé. Mijn eigendom. Als ik jullie nu vraag met de ogen dicht, nogmaals. Doe ogen maar dicht, durf het. Het puntje van je neus aan te raken. En nu de handen tegen elkaar te vouwen. Met de ogen dicht. En nu je linkerschouder aan te raken. En laat me weer los. Dit is proprioceptie. Met de ogen dicht weet je waar je lichaam is in de ruimte. Dus ik heb proprioceptie nodig, het zesde zintuig. Mijn ogen gaan we sluiten. En alles wat we nodig hebben is oren en huid. Had ik jou nou echt nodig? Ja. Dankjewel. We gaan beginnen. De slaap in de praktijk. Ik ga proberen jullie... Nou, onder de 8 impulsen adrenaline kom je niet. In Yoga Nidra wordt gezegd, ik breng jullie tot aan de drempel. En de rest moet je echt zelf doen. Ik ga proberen jullie... Die diepe slaap waarover Norbert het had, is het enige moment waarop die herstelhormonen, groeihormonen, tot leven komen. En die cortisone op zijn allerlaagst zijn. Is het enige moment waarop het lichaam zo'n 20 minuten niet beweegt. Kwartier tot 20 minuten is het lichaam helemaal stil. Dat is een van de belangrijkste dingen, wil je slapen. Niet bewegen. Niet aan je neus zitten, niet aan je oor. Niet bewegen. We imiteren de diepe slaap. Zet je zo comfortabel mogelijk neer op de stoel. De voeten parallel, handen op je bovenbenen. Wil niet zeggen dat we werkelijk in de diepe slaap komen, maar we imiteren de diepe slaap. Dus ik wil dat jullie... Ik heb waarschijnlijk nog 5 minuten, Lisa. Laten we ja zeggen. Laten we ja zeggen. 5 minuten. Als het er minder kan, is dat fijn. Ja. Hoe heet dat? Quick, hoe noem je zoiets? Een short... Nepje? Hoe heet dat smiddags? Een quick napje? Een power nap. Maar dit wordt een quick napje. Het is toch wel gek dat het slaap in het oerbrein zit, hè? En die neocortex er helemaal niet bij kan. Ik heb jullie lijf nodig. Een lijf dat heel stil... Zit je echt comfortabel? Goed zo. Geldt voor iedereen? Gaan we beginnen. De slaap begint heel eenvoudig met het zintuig dat luikjes heeft. Zouden we de luikjes willen toedoen? Ogen sluiten. Nou wordt de mens, zoals Ton dat zei, elk anderhalf uur wakker. Dat komt omdat het brein of de slaap in het oerbrein zit. Stel als je ligt buiten. We hebben nu allemaal een slaapkamer. We hebben een veilig bed. We kunnen de deuren op slot doen. Maar nu ben je weer een oermens. Daar waar de slaap werkelijk zit in het oerbrein. En je ligt buiten. Door te gaan liggen ben je al kwetsbaar. Maar een oermens dat de ogen sluit, is nog kwetsbaarder. Dus het is goed dat hij om de anderhalf uur even wakker wordt. Want dan kan hij luisteren. Is er gevaar? Het zintuig oog ziet eigenlijk alleen de voorkant van de wereld. En zodra je de ogen sluit, mis je de wereld om je heen. En het zintuig oor neemt het nu over. Het zintuig oor is ook het eerste dat wakker wordt. De haan, de wekker. Maar is het laatste zintuig dat gaat slapen. Luister maar. Als zou er een takje achter de boom breken, je zou het niet zien, maar je zou het wel horen. De oren zitten aan de zijkant van je hoofd, dus je kunt 360 graden luisteren. Waar het wilde beest ook gromt, waar het kind ook huilt, wat er ook gebeurt met je medestamgenoten, je hoort het.
Pas als de omgeving veilig is, luister maar, zal je brein rustiger worden. En zeker als je ook nog eens een keer niet beweegt, dan weet het brein eigenlijk dat er geen reden is om te vluchten. Dat het veilig is. Zo kunnen we ons eigen brein een beetje voor de gek houden. We bewegen niet en we luisteren of het veilig is. Maar wat Ton ook zo mooi zei, je valt 's nachts niet maar zo uit je bed. Er blijft een gevoel van proprioceptie, van kennis van je lijf. En dat is belangrijk. Als je net in slaap wilt vallen, is het goed om even te weten. Ik zie iemand met de ogen open, lekker opletten. Het is inderdaad moeilijk om je ogen te sluiten, je over te geven, te vertrouwen dat het veilig is. Die proprioceptie is gek, hè? Je weet nu precies waar je voeten zijn in de ruimte. Je weet niet alleen waar ze zijn, je voelt ze ook tintelen. Gek genoeg weet je moeiteloos in welke houding je benen staan. Je voelt de kleding op de huid van je benen. Op sommige plekken wat strakker dan op andere plekken. En proprioceptie betekent ook dat je voelt hoe je billen op de stoel zitten. En misschien voel je zelf of één bil wat meer ontspannen is dan de ander. Wat dieper wegzinkt in de ondergrond. En vermoedelijk voel je ook zelfs hoe je rug de stoel raakt. Het is eigenlijk allemaal proprioceptie. Je voelt zelfs dat je niet beweegt. Alleen de adem beweegt. Misschien in je borst of je buik. Of iets van allebei. Iemand die wil slapen hoeft eigenlijk niet te letten op de inademing. De uitademing is de adem van de slaap. En je mag hem volgen tot de bodem. Tot het laatste zuchtje. En soms, als je stil zit, heeft je lichaam minder zuurstof nodig. Is er even geen haast om in te ademen. Dus aan het eind van de uitademing, niet bewegen, is er soms even een kleine pauze. Dat is letterlijk de adempauze. En daaruit komt de inademing. Ja? Dus die adem voel je wel in je lijf. Ook dat is proprioceptie. Het voelen van de adem. Je voelt waar je schouders zijn en hoe beide armen rusten. Je handen. Laat je ze door niets afleiden. Beide handen. Is het niet bijzonder dat je eigenlijk moeiteloos alle 10 je vingers voelt? Niet één vinger in het bijzonder, maar alle 10 je vingers. Misschien voel je zelfs de ruimte tussen de vingers, rondom de vingers en de vingers. Alsof het gevoel van materie en ruimte een beetje oplost. Voel maar eens je armen. Je voelt de huid wel, je voelt de kleding wel op de armen. Maar echt precies zeggen waar de grens is, is lastig. Waar stopt het lichaam, waar stoppen de armen en waar begint de ruimte? En waar stopt de ruimte en begint de materie, de armen? Voel maar eens de schouders. Je gezicht. Je voelt wel de lucht tintelen op je gezicht. Maar je weet ook niet precies waar je gezicht stopt, de huid en de ruimte begint. Dit is eigenlijk het begin van slaap. Als je nu ook nog je wenkbrauwen iets over de ogen laat wegzakken, zodat de huid van je voorhoofd wat gladder, wat rimpelozer wordt. En de spiertjes tussen de wenkbrauwen heel licht. En de mondhoeken iets gekruld als in een tevreden slaap. Een gezicht in de diepe slaap heeft iets van vrede, tevreden. Alsof je even een moment voor jezelf hebt. Even niet op hoeft te staan, even nergens naartoe hoeft. De slaap is even een moment voor jezelf.
gordijnen dicht, ogen dicht. Ontspannen luisteren. Nergens naartoe hoeven. Zelfs even niets hoeven te weten. En dan begint het herstel. Wakker worden heeft alles van doen met de inademing. En het is niet bijzonder dat de mensen die wakker worden zich eerst uitrekken. Dat helpt je proprioceptie. Strengel de vingers maar eens ineen voor je buik. Laat ze voor je lijf langs omhoog gaan en rek je maar eens uit. Dat helpt het lichaam duidelijk te maken waar je armen zijn, je rug. Rek je maar eens lekker uit. Nou, dit was wel een hele korte slaap, maar ik ga jullie toch bedanken. Dankjewel. Zaterdag 5 maart 1983, 4:17. Als ik bedenk hoeveel levende wezens, de 5 menselijke niet eens meegerekend, op dit ogenblik in dit huis aan het slapen zijn, wordt het me koud om het hart. Er is om te beginnen de setter Loes in haar mand in de keuken. En daarnaast in een andere mand de 2 Siamese katten. Gefrustreerd en neurotisch als een Siamese tweeling. Dan in de volière van de veranda 18 kanaries. Maakt samen al 21. In haar kooi, in de woonkamer de extra cava. In haar terrarium onze huisslang Cora. Maakt 23. Een hamsterpaar, 5 waterschildpadjes, samen 30. In een glazen bak een wirwar van, laten we zeggen, voor het ogenblik zo'n 15 witte muizen, Cora's proviant. En dan het aquarium, een 10 neonvisjes, 8 guppies, 4 zebra's, 4 kegelvlekbarbelen, 12 zwaarddragers, 5 algeneters en 2 maanvissen. Maakt samen 45 vissen. Alles samen dus 90 stuks en 5 mensen. 95 voorbeelden van slapend leven. Ik heb lange tijd gedacht dat vissen niet sliepen. Ik dacht dat ze de hele nacht door zomaar wat in het donker voor zich uit bleven zwemmen. Maar op een nacht, vorige week, ben ik naar de woonkamer gegaan om te kijken of tenminste niet één van Alex' dieren wakker was. Muizen en hamsters zijn nachtdieren. Slangen ook, dacht ik. Maar alles bij ons heeft zich blijkbaar aangepast aan de dwaze mensengewoonte om bij zonsondergang de ogen te sluiten. De hamsters worden overdag zo onbarmhartig moe gesold dat ze 's nachts wel moeten slapen. Cora wordt 's middags gevoerd en ligt dan natuurlijk niet te suffen. En zelfs de muizen, die bij daglicht enkel de dood kunnen vinden, schijnen dat voor geen prijs te willen missen. Toen dacht ik aan het aquarium, waar, zo stelde ik mij voor, de vissen springlevend en klaarwakker rondjes zwommen. Ik knipte de neonlampen aan en zag tot mijn verbazing en ontzetting, ik dacht dat ze dood waren, alle vissen her en der verspreid bewegingloos in de planten hangen of op hun zij tussen de rotsen liggen. Geleidelijk kwam er beweging in het macabere tafereel. Een guppiemannetje wuifde wat met zijn waaierstaart. Een zebra schoot geschrokken vooruit. En een school van half ontwaakte neonvisjes begon zich te vormen. Het mooist waren de maanvissen. Die statig, smal als platte manen naar me toe kwamen zweven en van achter de glaswand vorsend bleven toekijken naar wat er plots, zo midden in de nacht, met de wereld aan de hand was. Zondag 13 maart 1983, 2:04. Drukke dag achter de rug. Voor de middag in de tuin gespit en dorre takken verwijderd. Miriam geholpen met het eten. Bavarois met sinaasappel geprobeerd, met succes. Dan met z'n allen, behalve Simone en Saartje die met Vera thuis bleven, de grote dreventocht gemaakt, 15 kilometer. Loes in bad gestopt. En 2 uur lang tegen Guy en Catharine getennist. Om 10 uur in bed gekropen, denkend dat ik ongetwijfeld ontzettend moe was, zodat ik er om 2 uur alweer uit mocht.
met stellige zekerheid, ditmaal geen oog dichtgedaan. Zelfs niet op de rand van de slaap gelegen. Zoals je dat kunt hebben, dat zijde draadjes ogenblik, waarop je tegelijk nog wagenmenner bent en voelt hoe je op het punt staat de teugels te laten vieren om in galop in diepe ravijnen te storten. Maar ben ik dan helemaal niet moe? Dat is toch volstrekt onmogelijk. De wandeling zit me nog letterlijk in de benen. Mijn armspieren doen pijn van het tennissen en mijn handen staan vol van het spitten. Mijn benen zijn moe, mijn armen zijn moe, mijn hand is moe. Maar ik ben niet moe. En daar zijn we dan, bij die vervelende vraag wie ik dan wel ben. Als ik niet mijn benen ben, mijn armen of mijn handen, nog al wat daartussenin ligt. Zelfs niet mijn hoofd, hoewel ik bij dat laatste toch wel mijn twijfels heb. Nee, ik ben mijn hoofd niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik in mijn hoofd woon. Ergens in de streek vlak achter de ogen. En met de heel verre uiteinden, voeten en tenen, voel ik me nauwelijks nog verbonden. Ik moet zeggen dat mijn voeten me eigenlijk volkomen koud laten. Ik kijk naar mijn hand. Dag hand, zeg ik. Dag vermoeide hand van mijn lichaam. Zoals je naar de dakgoot van je huis kijkt en denkt, de verf begint wat af te schilferen. Woensdag 8 juni 1983, 2:00. Mijn borstkas is zo leeg en hol als een tomaat op een feestdis waar je vergeten bent de garnalen in te doen. En anderzijds mijn hoofd barstens vol, wriemelend alsof daar de garnalen zaten, half dood, spartelend van dierlijk dodelijk onbehagen. Ik voel me de hele dag alsof er de dag daarvoor iets is gebeurd dat nu bij alles wat ik doe als koffiedik onderaan al mijn gedachten ligt. Iemand of iets werd mij ontnomen en ik mag er niet aan denken. Ik moet het zo snel mogelijk proberen te vergeten. Zo voel ik mij de hele dag. Maar eigenlijk is er helemaal niets gebeurd. Er is niets waaraan ik niet mag denken. En dat is telkens weer een vreemde, bijna ontgoochelende ontdekking. Dat ik me voel als een minnaar die treurt om het verlies van zijn geliefde. Terwijl ik bij mijn weten nooit een geliefde heb gehad. Laat staan, verloren. Ja, de slapeloosheid, hè? Ik ben benieuwd, Kees. Is het herkenbaar, dit dagboek? Deze... De slapeloosheid bedoel je? Ja. Ik ben als tiener, zo van mijn 13e tot mijn 18e, net voor mijn eindexamens gestopt, zeer heb ik heel erg geleden aan slapeloosheid. En we hadden het net bij het eten ook al over, ik ben sindsdien heel erg bang voor slapeloosheid. Dus als ik een nacht niet slaap, dan word ik helemaal panisch. En ik, oh, het gaat weer gebeuren. Maar ik ben ervoor geholpen, zeg maar. Dus ik, ja. En je hebt nooit de neiging gehad om als Annelies Verbeke, in het eerste verhaal, of het personage daarin, om bij mensen een belletje te gaan trekken midden in de nacht? Gewoon uit van mijn vader, ja. Ja. Toen Koen, heeft u er wel eens onder geleden? Slapeloosheid? Nee, ik ben nooit slapeloos geweest, want ik weet hoe het moet. Dus, ja, dus ik heb dit nooit zo gehad, nee. Nee. Maar waar komt uw fascinatie voor slaap dan vandaan? Het onderzoek? Ja, dat komt uit het hersenonderzoek. Daar ben ik ooit mee begonnen. En ik ben begonnen met het visuele systeem te onderzoeken. Hè, hoe het zien tot stand komt. En dat deden wij bij proefdieren. Dat is lang geleden, dus dat komt toen kon dat nog wel. Ja. Bij katten, om precies te zijn. En die werden onder anesthesie gemeten. En er werd de hersencelactiviteit gemeten. En die gaf je dan een lichtflits. En nou bleek
dat die respons van een hersencel totaal anders was onder diepe anesthesie dan onder lichte anesthesie. Ja. En als je die nog lichter maakte, en soms gebeurde dat per ongeluk, laat ik het zo zeggen, dan kreeg je nog een grotere respons. En daar is die gating-theorie die ik opgesteld heb, die ik hier kort heb laten zien, daar is die vandaan gekomen. En dat is de aanzet geweest om tot, laat ik zeggen, slaaponderzoek over te gaan. Ja. Om het visuele systeem niet te verlaten, maar een beetje te verlaten en te focussen op hoe die stroom van informatie tijdens diverse hersentoestanden loopt eigenlijk. Ja. Dat, daar is het mee begonnen. Ja. En toen is die remslaap opgekomen. Want daar komen wij nog over te spreken, okay. Over de remslaap. Ja. Maar eerst gaan we nog een stuk verder terug. Kees, ik heb jou gevraagd om... je bent met een aantal schilderijen gekomen of plaatjes... naar aanleiding van wie je iets wil vertellen over de geschiedenis van slaap. Denken over slaap. Maar dan dus nog wat verder terug. Ja, het is eigenlijk meer... Het is half slaap, half... Nou, 1/3 slaap, 2/3 dromen. Want ja, dat is nou eenmaal wat er gebeurt in slaap. Ja. En ik wilde dat doen omdat ik eigenlijk... voor de pauze is er eigenlijk iets gebeurd wat... in de zo ongeveer de hele 20e eeuwse filosofie... en ook wel de 21e eeuwse filosofie... als een heel belangrijk probleem wordt gezien. Namelijk een tegenstelling tussen verschillende perspectieven. We hebben heel veel verschillende perspectieven nu gehad... op slaap en droom, het literaire, meer biologisch, psychologisch... het Freudiaanse en ook nog weer een ander biologisch perspectief. Maar de tegenstelling waar ik het over heb... is de tegenstelling tussen, laten we zeggen, van buitenaf... de wetenschap die van buitenaf verklaart... die ons vertelt hoe het zit en die meet en die ons kan laten zien waar activiteit plaatsvindt en waar niet en waar dat gelokaliseerd is in de hersenen. Dat perspectief, perspectief in naam van Tom. En het, laten we zeggen, een ander perspectief, het perspectief waar slaap en dromen voor ons betekenis hebben. Dus het is een heel dagelijks fenomeen. Daar praten we over, daar schrijven we boeken over. Lisbeth is inmiddels weg. Daar heeft slaap als het ware zin, maar niet zin in de fysiologische zin, maar in de zin van betekenis. Ik zou bijna een soort van Nijmeegs pseudo-semi-ex-katholiek woord gebruiken, zingeving. Ja. En op de een of andere manier is dat een probleem. Waarom is dat een probleem? Omdat de 20e eeuw laat zien dat het wetenschappelijk perspectief de neiging heeft erg te domineren. En dat we van de wetenschap eigenlijk antwoorden verwachten op vragen die we stellen in dat andere domein. Naar de zin en de betekenis. En daar vindt ook veel verkeer plaats. En dan krijg je pseudo-filosofische wetenschappers die boeken gaan schrijven met de titel Ik ben mijn brein. Maar goed, dat is een heel andere avond. En die tegenstelling, daar wilde ik heel kort even iets uit de geschiedenis laten zien. En de moraal van het verhaal, dat zien we dan zo meteen wel. Dus ja. Plaatje 1, links voor jullie. Ja. Ja. En voor mij ook trouwens. Jacob's ladder. het werd al even kort, het schilderij van Marc Chagall. Dit is een anonieme. Schilderij uit de 15e eeuw, uit de Renaissance. Genesis 28, voor wie het wil opzoeken. Je weet wel, de Bijbel. Jacob, aartsvader, een van de aartsvaderen van het Joodse volk... vlucht op de vlucht voor zijn broer Esau in de woestijn... dichtbij wat nu Beersheba is in Israël. Slaapt en droomt over een ladder... waar langs engelen afdalen en weer opstijgen naar de hemel. Nou, wat betekent het? Boeken vol duizenden jaren van interpretatie. Daar gaat het mij niet per se om. De droom als plek, zeg maar, waar wij leiding ontvangen van God, de goden. De Egyptische farao had dromen. Die mochten dan weer door de zoon van Jacob uitgelegd worden, door Jozef. En waarom moesten ze uitgelegd worden? Omdat ze ons lieten zien wat een toekomst zou kunnen zijn. Ze waren profetisch, bij wijze van spreken. Dus de droom is met name voor de leidinggever. Als je eenmaal de job hebt om aartsvader te zijn... of je hebt de job van farao, dan krijg je dromen... en die voorspellen wat er gaat gebeuren. En daar kan je dus je beleid op afstemmen. Ja. Eén perspectief, een heel belangrijk perspectief... dat eigenlijk misschien wel nooit is opgehouden... maar als overwegend perspectief pas ergens misschien in de moderne tijd. Tweede perspectief, dat is de meneer in het midden...
En dan komen we meteen op de tegenstelling. Dit is Aristoteles. Aristoteles had een leermeester, Plato, en zoals filosofen dat doen met leermeesters. Het eerste wat je moet doen is de vader, Freudiaanse vadermoord op je leermeester, want anders word je niet de echte filosoof, zeg maar. Ja. Plato, de leermeester van Aristoteles, was eigenlijk erfgenaam van het linkerperspectief. Dromen zijn heel belangrijk en brengen ons in contact met het hogere, met de goden, met de leiding, met de plek waar inspiratie, spiritus, waar de geest vandaan komt. Aristoteles had een veel somberder, nuchterder perspectief. Die ging gewoon verklaren waarom we dromen en wat dromen zijn. En zei, ja, het is een restproduct. Overdag neem je heel veel waar. 'S Nachts blijft het allemaal nog een beetje bewegen. Nou, dan heb je dromen. Punt. En dus zijn ze niet voorspellend. Heel uitdrukkelijk niet voorspellend. Dat is een truc, bij wijze van spreken. Nou, daar heb je de tegenstelling eigenlijk al. Ja. Op een bepaalde manier, die we voor de pauze ook zaten. Daar voeg ik nog een derde aan toe. Ik mocht van Lisa niet de slotaria van Wagner's Tristan und Isolde, de mooiste opera ooit geschreven, aan jullie laten horen. omdat ze bang was dat de klachten zouden komen. Isolde gaat 9 minuten lang dood. En in dat sterven zit in het onafvolgbare Wagneriaanse Duits zit een stukje tekst dat heet Unbewust höchste Lust. Tristan und Isolde zijn eigenlijk een hele opera lang, de opera duurt ongeveer 4,5 uur, aan het doodgaan. En dat doen ze voortdurend in de nacht. En de nacht is de plek, niet zozeer de plek waar de leiding vandaan komt, linkerplaatje, maar is de plek van ons verlangen. Is de plek waar we verlangen, waar we thuiskomen, waar we eenheid vinden. De dag is de plek waar de strijd is, waar je boodschappen moet doen, waar je een baan moet hebben. Het is allemaal heel, heel, heel nuchter en plat. En in de nacht worden we allemaal één. En daar vinden we het goddelijke en onszelf weer. Het romantische perspectief. Novalis is een vroeg romantische filosoof trouwens en dichter. Hymne aan de nacht. De nacht, de droom, eigenlijk als voorbode van de dood. En de dood is eigenlijk onze heimat. Is de plek waar we naar verlangen, want het leven is helemaal niet fijn. Althans, doorgaans niet. Drie perspectieven, ja. Die eigenlijk, en ik zou er nog veel meer, je zou er nog veel meer kunnen noemen, die door elkaar heen spelen. Ik heb het nu even in episodes, maar je kunt in de geschiedenis iedere keer weer die drie facetten aanwijzen. Interessant is dus dat die tegenstelling die we voor de pauze in zekere zin al zagen, de tegenstelling waar veel filosofen in de 20e eeuw zich dus zo druk over maken, clash tussen het wetenschappelijke wereldbeeld en het meer dagelijkse zingevingswereldbeeld, zeg maar, daar eigenlijk al zit. Ik wil daar dus die derde eraan toevoegen. Wat is de moraal van het verhaal? Weet ik eigenlijk ook niet precies, zoek het maar uit. Maar een moraal zou kunnen zijn dat wat we nu als een spanning kunnen zien, dat is er dus al lang. En dat helpt het misschien ook om te relativeren. Om ook het beperkte belang, om misschien ook te kijken waar het ene perspectief zin heeft en het andere niet. En dat derde perspectief om te zeggen, ja, maar dit is ook nog niet eens een keer de whole story. Er is nog veel meer, als je, zeg maar, dit was een beetje 5 minuten bluff your way into cultuurfilosofie. Als je cultuurfilosofisch gaat kijken, dan vind je dus een heel veelheid van het perspectief. Dat kan ons helpen om er nu kort gezegd, ontzettend interessant onderzoek dat u doet, meneer Koenen, en heeft gedaan al die tijd. Maar dat is niet de hele waarheid over wat slaap betekent. Ik denk dat het wel de hele waarheid is. Alleen is het de waarheid vanuit de wetenschap. Ja, ik antwoord. Meen je dat nou? Ja. Okay. Ja. Ik denk dat er veel meer waarheden zijn. Ongetwijfeld. Maar ik vind het toch moeilijk om over zingeving te praten als je niet weet waar het voor dient. Dat vind ik hartstikke moeilijk. Oh, ik denk over de zin daarvan. Die Jacobsladder bijvoorbeeld. Mm-hmm. Iedere schilder heeft die. Dat was een metafoor voor mij, mm-hmm. dat we dachten vroeger dat dromen vanuit ver weg kwamen. Mm-hmm. Vanuit de geest, de goden, mm-hmm. et cetera. Dat was een metafoor daarvoor. Ik moet je eerlijk bekennen, dat ik nog heel vaak in de wolken zo'n Jacobsladder zie. Onder bepaalde omstandigheden. Ja, klopt. Dus ik heb een paar pilsjes gedronken, zie ik wel. Oh, zonder pilsjes hoor. Zo'n Jacobsladder daar. Hè? Dan denk ik, dat is een meteorologisch verschijnsel. Ja. Ja.
En Aristoteles was eigenlijk de allereerste die zei... nee, die maken wij zelf. Mm-hmm. Hij zei zelfs, er zit een boodschap in over onze gezondheid. Ja. Ja. Een restproduct. Het zegt veel meer over onszelf dan Freud over... Freud heeft dat opgepikt. Mm-hmm. Maar nogmaals, zingeving, ja, dat vind ik mooi. Maar hoe moet dat dan, als je geen idee hebt waar het voor dient? Schrijf je boeken. Dat vind ik nou mooi. Hè? Schrijf je boeken, schrijf je opera's. We doen de hele dag toch niks anders dan zingeving. Je praat er toch over onze dromen. Dromen hebben toch betekenis voor ons? Ja, maar dan heb je het niet over dromen. Dan heb je het over iets anders, denk ik dan. En wat dan? Ja, dat vind ik nou heel... Dat vind ik nou een goede vraag. Dat vind ik nou een goede vraag. Maar dat verhaal over dromen en psychoanalyse, dat vond ik een hartstikke mooi verhaal. Maar ik kan daar verder niks mee. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar je hoeft er ook helemaal niks mee te kunnen. Kijk. Jawel, maar wat is dan zingeving daarvan? Wat houdt dat dan in? Ja, dan heb ik het over een heel ander vakgebied. Mm-hmm. Dan heb ik over zingeving misschien in zijn algemeenheid. En pak de droom als, ja, dan heb ik het ergens over. Mm-hmm. Jawel, maar ik denk precies dat dit de juiste houding is. Dat je zegt, ik kan daar niks mee. Nee, dat is denk ik precies het punt. Dat de wetenschap zelf kan daar... Ik zou ook helemaal niet verwachten van de wetenschap dat ze daar iets over gaat zeggen. Ik denk dat het probleem is dat veel wetenschappers, en jij dus niet... het idee hebben dat ze daar wel wat over kunnen zeggen. Namelijk dat zij mij kunnen vertellen wat het nou eigenlijk allemaal betekent. Dat kunnen ze helemaal niet. Dat kan misschien voor. Nee, ik denk dat literatuur... dit een mooie brug is naar een heel klassiek gedicht dat door u is uitgekozen. Ja. En dat misschien wel meer zegt over de slaap. Nou ja, dat misschien weer meer zegt over wat slaap dan is. Ik haal hem erbij. Ik ga hem voorlezen. En dan ga ik u daarna vragen waarom u dit gedicht gekozen heeft. En wat dat precies over slaap zegt. Of misschien beter dus insomnia. We kennen hem eigenlijk allemaal, denk ik. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. En het leven vliet gelijk het vloot. En elk zijn is tot niet zijn geschapen. Hoe onmachtig klinkt het schriel te wapen. Waar de levenswil ten strijde mee nood. Naast der doodskaroenen schrille stoot. Die de grijsaards oproept met de knapen. Evenals een vrouw die eens zich gaf, baren moet. Of ze al dan niet wil baren. Want het kind is groeiende in haar schoot. Is elk wezen zwanger van de dood. En het voorbestemde doel van het paren is niet minder dan de wieg het graf. Mm-hmm. Vind je die mooi? Ik vind het prachtig. Ja, fantastisch. Ja, ja. Het zegt mij van alles. Nou ja, waar zegt het mij iets over? Over niet slapen, meer dan over slapen, denk ik toch? Het gaat natuurlijk om de eerste vier regels die heel veel zeggen, hè? Dat je niet kunt slapen, dan ga je aan dingen denken. Hè, verschrikkelijke dingen meestal. Ja. Negatieve dingen meestal. Hè, dan krijg je die ruminatie, hè, dat piekeren enzovoorts. En dan denk je, oh god, nu kan ik niet slapen. Als ik morgen is weer vroeg dag, moet ik veel doen, et cetera. Nou, die gedachte alleen, dan kun je werkelijk niet slapen. Dat is wat Bloem dus fantastisch mooi verwoord. Ja. Ja. Dus die rust in dat brein, dat is van belang. En als ik dan zo'n verhaal over yoga hoor, denk ik, kijk, dat is dit nog een kern. Die gebruikt een techniek om rust in dat brein te brengen. Mm-hmm. En dan kun je slapen daarvan. Mm-hmm. Maar de zingeving daarvan... Ja, de zingeving is dat je kunt slapen. Nee, dat is een fysiologisch mechanisme. Ja, maar, wat ervoor zorgt is het, dat jouw lichaam goed functioneert. Zeker, grote cognitieve activiteiten. Ja, maar als dit nou Bloem had geschreven, dan was het geen literatuur geweest. Dus de literatuur, de manier waarop je het opschrijft, dat heeft betekenis voor mij. Dat zegt mij wat, ervaar ik mij wat. Dat verklaart niks. Dat doe jij. Dat is jouw ballgame. Dat je kan uitleggen, ja, dit gaat eigenlijk hier en hier en hier over. Ik zet EEC en ik snijd ratten open. Ik weet niet wat je allemaal doet. Maar,
Maar dat is heel interessant, dat is heel belangrijk. Maar dat is wat anders dan wat Bloem doet. En dat zou eigenlijk mijn verhaal zijn. Het is een andere ballgame. En de een is niet beter dan de ander. Maar ze zijn wel verschillend. Ik denk dat wel... Dat laat juist dit gedicht zien, denk ik. Want als Bloem had gezegd... de eerste uren van slapen... en als je dan niet in slaap komt, is het heel lastig... want dan ga je rumineren. Ja, denkt iedereen... Ja, hij zegt het heel mooi. Het is maar geen dichter. Nee, oké, hij zegt het heel mooi. Ja. Maar niet alleen mooi, ik kan daar iets aan ervaren. Nee, maar wat u dus eigenlijk zegt is... als ik dit gedicht lees, dan... zie ik inderdaad in literaire vorm iets wat ik ook ken uit mijn onderzoek. Juist, ja. Hij zegt het heel mooi. Ja. En als dat zingeving is, dan ben ik daarmee eens. Maar. Nee, maar we zijn het in ieder geval over eens dat hij het heel mooi zegt. Nou, zeker, ja. Zeker. Ja. Maar dan ben ik wel even benieuwd, want hoe zie je dat denken over de dood dan terug in dat is dat negatieve. Dat is dat negatieve waar het dan over gaat. Een metafoor daarvoor. Ja, maar er is onderzoek naar gedaan. Je kan op een gegeven moment die negatieve gedachten... Ik herken dit enorm. In het begin valt het nog wel mee. En dan ergens na 2-3 uur wakker liggen... komt inderdaad de dood voorbij en de zinloosheid van het bestaan... en dat de wereld naar de knoppen gaat. Maar dat is dus terug te zien in mijn... Dan kun je zien, ja, maar dat gebeurt bij iedereen. Dan krijg je negatieve gedachten. Dan dat zijn negatieve, het negatieve gepieker en dat malen in je brein. Dat verwoordt hij op deze wijze. Ja. Ja. En daarom kun je niet slapen. Dus dat is het. Je zegt het heel mooi. Maar heb je ook een verklaring voor waarom dat zo is? Waarom komen niet dan allemaal positieve gedachten bijvoorbeeld? Bij de meeste van ons, maar het kan zijn dat je met het begint met het feit dat ze denken... God, morgen moet ik heel veel doen en als ik niet kan slapen, dan kom ik daar niet toe. Ja. En meestal komt die primaire insomnie, die is gekoppeld ergens aan. Er is iets ernstigs gebeurd in je familie, een familielid overleden of daaromtrent. En daar ben je aan het denken. Mm-hmm. En daarom kun je niet slapen. Mm-hmm. Nou, dat ernstige gebeuren, dat slijt natuurlijk een beetje. Hè? Dat leid je in het begin wel onder, maar het gaat slijten. Mm-hmm. Maar wat er dan kan gebeuren, is dat die insomnie die gekoppeld is aan dat ernstige gebeuren, mm-hmm. hè, die secundaire insomnie, dat wordt een primaire insomnie. Mm-hmm. En dan denk je, goh, gisteravond kon ik al niet slapen, als ik vannacht maar kan slapen. Ja. En dan ben je te laat. Ja, die herken dan ben je te laat. Dat is hartstikke lastig te behandelen. Ja, dan kun je jarenlang... Kun je jarenlang mee tobben, ja. Dat zeg ik heel vaak. Neem nou in eerste instantie, als er iets ergs gebeurt... maar een slaapmiddel, dat je tenminste een aantal dagen kunt slapen. En trap niet in die val om van die secundaire insomnie... een primaire insomnie te maken. En dan gaan ze zitten tobben over tobben. Juist. Zeg maar. En daar vandaan zegt Bloem dat. Daarom zegt hij dat. Ja. Zo. Dan lijkt mij dit een mooi moment om over te stappen van de insomnia naar de remslaap. Bij ratten. Want we hebben het al over dieren gehad en de rat kwam al even ter sprake. Maar op een met deze rat gebeuren niet dat soort dingen. Deze rat ligt rustig te slapen. En afgezien van nauwelijks waarneembare ademhalingen... zijn geen bewegingen zichtbaar. Als deze normale slaap overgaat in de remslaap, dan is dat eerst te zien aan de ontspanning van de lichaamsspieren. Vaak uitzicht dat slechts in een subtiele houdingsverandering. Ondanks de ontspannen spieren kan het dier met zijn hele lichaam schokken. Ook de ademhaling is onregelmatig en er komen allerlei soorten spiertrekkingen voor. Met name de bewegingen van de snorharen, ook wel twitches genoemd, zijn bij de rat zeer karakteristiek. Ze zijn te beschouwen als het zekerste kenmerk van remslaap dat uitwendig waarneembaar is. Het zal duidelijk zijn dat remslaap een actieve vorm van slaap is. Niet altijd echter is zichtbaar dat een dier in de remslaap verkeert. Er zijn ook stille perioden zonder enige activiteit... die zich in niets onderscheiden van de normale slaap. Na een remfase wordt het dier meestal wakker. Soms lijkt het erop dat het wakker schrikt van zijn eigen lichaamsschokken. Wat is me nou toch overkomen, zie je de rat als het ware denken.
Er bestaat een grote overeenkomst tussen de remslaapfenomenen bij de zoogdieren en bij de mens. In beginsel zijn de belangrijkste kenmerken gelijk. Bijvoorbeeld de spierverslapping, zoals die bij deze slapende vrouw gedemonstreerd wordt. Ook zijn er spiertrekkingen zichtbaar, zoals van de vingers en de neus- en mondhoeken. Onder de gesloten ogen zijn de oogbewegingen vaak goed zichtbaar. Bij deze vrouw zijn tevens elektroden aangebracht om de remslaapkarakteristieken objectief te meten. Gewoonlijk worden drie signalen geregistreerd. Op de eerste plaats het elektrooculogram, het EOG, als maat voor de oogbewegingen. Elektroden worden hiertoe in de buurt van de ogen aangebracht. Op de tweede plaats het elektromyogram, het EMG, als maat voor de spierspanning. Veelal wordt hiervoor de kinspier gebruikt. Op de derde, maar wellicht belangrijkste plaats, wordt het elektroencefalogram, het EEG, gemeten als maat voor de hersenactiviteit. Elektroden worden daartoe op de schedel aangebracht. Met deze drie afleidingen kan ondubbelzinnig vastgesteld worden of er sprake is van remslaap. In deze afbeelding is halverwege de registratie een overgang getoond van slaap naar remslaap. De beide EOG's laten de rapid eye movement zien, terwijl de EMG-band dunner wordt ten gevolge van de spierontspanning. Karakteristiek zijn ook de kleine, snelle golven in het EEG tijdens deze slaap, terwijl tijdens de normale slaap meestal sprake is van grote, langzame golven in het EEG-patroon. Ja, u vertelde het net ook al en we hebben zitten kijken naar een documentaire uit 1984, 80, ja. Waar u ook bij betrokken was, toch? Ja, ja. Ja, ik heb die film mede gemaakt natuurlijk. Hè. Ja. Bij ons onderzoek was dat. Ja. 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 Wat is remslaap nou eigenlijk? Ja, dat was de vraag. Hè. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Kijk, wij weten dat remslaap... dat wil zeggen, als je iemand wakker maakt tijdens de remslaap... dan zegt hij of zij altijd, ik heb gedroomd. Of vrijwel altijd. Ja. Dat iemand droomt buiten de remslaap komt voor, maar zeldzaam. Dus remslaap is eigenlijk, laat ik zo zeggen, droomslaap. En dat correspondeert dus ook een droom dat je hoge hersenactiviteit hebt... veel visuele activiteit, et cetera. Nou, de vraag is... Wat is die remslaap eigenlijk? Waarom is die uit de evolutie gekomen? Want hij komt vrij laat. Mm-hmm. Alleen de hogere dieren, zoogdieren, die hebben remslaap. Lagere dieren hebben dat niet. Dus die muis die droomt ook, waarschijnlijk? Sorry, rat. Ik denk het wel. Ik weet ook niet of jij droomt, dat weet ik niet. Ik moet alleen afgaan op het feit dat jij dat zegt. Maar dat is natuurlijk onbetrouwbaar. Maar je vertoont alle karakteristieken van remslaap. Ja. En ik ook. En dan droom ik. Dus ik denk dat jij ook droomt. En zo denk ik ook van die rat dat die droomt. Ja. He? Dat denk ik dan. Dus je kunt het onderzoek wel doen. En de vraag was... Wat is dat nou voor een type slaap, die remslaap? Wat dient dat nou voor? Mm-hmm. En de centrale vraag, en daar toppen wij ook de hele avond mee... bij een aantal lezingen... is dromen nou ontstaan als functie? En dat is belangrijk. Daarom is remslaap ontstaan. En tijdens de remslaap komt dromen voor. Of is remslaap van belang, al weten we niet waarvoor... en is een bijproduct... is dat dromen. En dromen hebben dus geen betekenis in die zin. Ja. In de eerste betekenis wel. Dan krijgen we Freudiaanse opvattingen... of informatieverwerkingsopvattingen, enzovoort, enzovoort. Dat kan allemaal wel. Maar die tweede, in die activatie-synthese-hypothese zo genoemd... dat zegt, die remslaap is van belang. Maar die hoge hersenactiviteit, die uitzicht natuurlijk. En dat is een droom. En die heeft dus geen enkele betekenis. Dat is gewoon een... chaotisch fenomeen. En wij maken daarvan, als we wakker worden, maken we daar een verhaal van. Mm-hmm. Dat zijn in feite de twee. En dat zijn wetenschappelijke vragen waar nog eigenlijk geen antwoord op is.
Maar je zegt het is nog een hypothese. Dus er is wel genoeg grond voor de hypothese, maar het is nog geen alom geldend bewijs. Maar nee. Dat is wel waar jij onder andere, maar veel mensen... Heel veel mensen, In die richting zitten mensen. Ja, klopt. Waarom zitten ze in die richting? Waarom komen we op die omdat dromen natuurlijk een fenomeen is waar iedereen zich druk over maakt, hè? Mm-hmm. Maar wetenschappers gaan bijna niet meer aan dromen. Ja, die dromen wel, maar die gaan daar wetenschappelijk niet aan beginnen. Want de kans dat je niks vindt, is uitermate groot. En dat gaat niet meer in deze tijd. Dan krijg je geen geld meer voor. En de pers en publish dingen, je moet publiceren, et cetera. Nou, dromen, er komt bijna nooit iets aan. Er is in Nederland niemand meer te vinden, een wetenschapper, die zich aan dromen waagt. Mm-hmm. Vindt u dat jammer? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar ik zou er ook niet graag meer aan beginnen. Want ik heb 15 jaar gedaan, hoor. Ik heb het geweten, moet ik zeggen. Aan remslaap gewerkt, hè? Ja. En dromen bij de mens. Maar je zou kunnen zeggen, misschien is het wel heel goed nieuws. Misschien moet de wetenschap het ook wel afblijven. Misschien moet het er overlaten aan... Ja, maar zo is wetenschap niet, hè? Ja. Zo is wetenschap niet. Die vraagt zich af, waarvoor dient die remslaap nou? Hè? Want het is toch een merkwaardig type slaap. U heeft het gezien. Iedereen die een hond heeft, die kent het type slaap. Want dan ligt hij op zijn zij. En op een gegeven moment later begint hij met zijn poten te trekken. Ja. Allerlei dingen in zijn snuit, et cetera. En als je goed naar zijn ogen kijkt, dan zie je die rapid eye movements. Ja. Waarom is dat zo? Mm-hmm. Want het is een heel, heel moeilijk mechanisme wat in het lichaam gemaakt is, in het brein gemaakt is, om dat te laten zien. En wij doen het ook, hè? Want wij zien het niet zo goed. Hè? We zien die typische vingertrekkingen, die zien we nog wel een beetje. Als je naar je slapende bedgenoot kijkt, maar dat doen wij in Nederland bijna nooit. Maar dan kun je dat wel waarnemen. Ja. In andere landen doen ze dat wel? Ja. Dat vraag je toch niet. Ja, nee, ja. Dat doen wij in Nederland bijna nooit. Jij zegt. Ik heb wel eens gedaan. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ja. Ja. Dus dat zijn toch twee belangrijke vragen, moet ik zeggen. Ja. Maar het nieuws is, het zijn nog vragen. Het is echt nog, we weten het eigenlijk gewoon. Ja, die remslaap nu begint een beetje die informatieverwerkingstheorie. Ja. Van dat die remslaap misschien dient om datgene wat je geleerd hebt, om dat de relevante zaken uit te halen en op te slaan in het geheugen. Mm-hmm. Ja, dat zijn hypes en dat lees je allemaal in de krant. Maar het is flinterdun nog allemaal, hoor, die bewijsvoering daarvan. Ja. Ja. Ja, en toch lijkt het wel belangrijk te zijn dat wij goed slapen. We gaan één filmpje overslaan wat ik u... Nou, de films The Science of Sleep kan ik u enorm aanraden. Of in ieder geval het begin over hoe je een droom maakt. Vrij absurdistisch is op YouTube te vinden. Gaan we dus niet naar kijken. Ga ik nu langs heen. Want we gaan naar slaap. Deprivatie. Yeah. So let's just go back a little bit to when you were launching the Huffington Post, still living in LA. And I remember very distinctly one of the times I had called you up to go for a hike. You had said, you know, I really can't hike, but I can walk. And because you had hurt yourself. Yes. And that was when you told me that you had fallen and injured yourself at your desk. And you didn't say it at the time, but I immediately thought she has worked herself to exhaustion. Yes. Then, of course, being Ariana, she set into a mission and a crusade to get everybody healthier. So that's how this book came about. Tell us a little bit about that. Yes, actually, you remember it absolutely right. I had just come back from going on a college tour with Christina, my oldest daughter, during which the ground rule was, you're not going to be on your phones, you're just going to be with me, and it seemed very fair. So we would check into a hotel, she would go to sleep, I would start working, you know, during the early days of being the Huffington Post. I got back home, I was at my desk, I stood up, take a sweater, and I collapsed, hit my head on the way down, broke my cheekbone, and that was the beginning of my reevaluating my life and reading a lot of stuff about burnout and about the key importance of sleep and recognizing that I was not alone, looking around and suddenly becoming conscious of how burnt out millions of people are. And I just
have become this kind of sleep evangelist, because I believe that we are toiling under this collective delusion that burnout is the way to succeed. And I actually think that we are succeeding despite burning out, making bad decisions, falling, getting sick, you know, all the things that happen when your immune system is suppressed because you're exhausted, and therefore you are more susceptible to a lot of bad things happening. The proven scientific link between sleep and effective leadership. And they walked through how, as a leader, the prefrontal cortex is where a lot of the, what they call executive functioning, which are all the leadership functions, are housed. And this is the first thing that gets degraded when you're sleep deprived. Hmm. And we have all that evidence now in the presidential race. I mean, Donald Trump is exhibit A of chronic sleep deprivation. You know, really, according to the American Academy of Sleep Medicine. So that means we can fix him. We just need to put him to sleep. No, we can't. Some months. We cannot fix him, but he could theoretically fix himself, but I think it's probably too late. But he brags, like a lot of macho men, you know, he brags that he only sleeps for 4 hours. Right. And as he says, he tweets during the night, and, you know, he often retweets Mussolini and all those other idiotic things. And the symptoms, you know, of inability to process basic information, mood swings, outbursts of anger, paranoid tendencies, regurgitation of incomprehensible pablum. All those things are symptoms. So here's like my one good thing about Donald Trump. In future generations, parents are going to point out to him He's as a historic example of what happens to you if you don't get enough sleep. And children will be so terrified, they'll be going to bed quickly. En nu komt hij of niet? Ja. Hij komt. Komt hij? Ja. Ja. Ja, gebrek aan slaap. Had u eraan gedacht dat dat misschien was waar Donald Trump last van heeft? Ja, want hij kijkt altijd zo slaperig. Ja. Ja. Dat is heel opvallend, vind ik altijd. Ja. Ja. En nou, in het filmpje kwam dus ook naar voren dat hij heel weinig slaapt. En dan zou dat best kunnen. Ja, natuurlijk is het natuurlijk wat overdreven, lijkt mij, maar heel klein beetje, laat ik zo zeggen. Hij ziet hier wel, maar je veel ziet dat natuurlijk wel, hè? Die karakteristieken van iemand die te weinig slaapt. Ja. Dat zie je heel duidelijk. Ja. Chagrijnig een beetje, en dat ook dat opvliegende en de dingen. Die zijn een beetje moe, prikkelbaar, et cetera. Dat zie je altijd terugkomen erin. Ja. Maar zijn we nu... je leest wel eens heel over een slaaploosheidsepidemie. Dus dat we met z'n allen te weinig slapen. Ja. Onderschrijft u dat soort stellingen? Nog net niet. Nog net niet. Net niet. Nog net niet. Ik denk dat we op de rand zitten. He, want wat we zien is dat we inderdaad al veel minder slapen dan een aantal jaren of 10, 20, 30 jaar geleden. Dat scheelt ongeveer een uur dat we korter slapen nu. Mm-hmm. En ik denk dat we dus op de rand zitten. Als je dus kijkt naar de percentages van slapeloosheid, ja, dan is dat, vind ik ook moeilijk, want je weet niet precies waar het criterium ligt. Wanneer is iemand slapeloos? Maar ja. Je hoort een percentage van 30%, lijkt me overdreven. 10%, dat lijkt mij een goed getal. En 5% die ernstig slapeloos zijn. Dat neemt dus wat toe. Ja. En je ziet ook dat de maatschappij natuurlijk een klein beetje verandert. Want wij zitten de hele dag te klooien met de e-mail en de sms en Facebook. En 's avonds late tv-uitzendingen waar we graag naar kijken. Enzovoort. En dat activeert alsmaar het brein. Waardoor je dus moeilijker kunt inslapen. Ja. Dat is, ik denk dat daar iets mee te maken heeft. Maar dat is inderdaad een meer fysiologische benadering dan ook. Hè? Dus al dat licht. Doe niks anders. Maar precies. Ja. Ja. Ja, maar ik maak even een bruggetje naar een meer cultuurfilosofische benadering. Gaan we weer. Doet de filosoof hier, die doet dat wel even. Ja, die doet dat wel. Want dat gaat niet per se over nu, denk ik. Maar wat is dat, denk je, Kees? Die verheerlijking van weinig slaap nodig hebben. Ik vind het heel interessant dat Arianna Huffington, die trouwens altijd gelijk heeft, die
ze doet eigenlijk twee dingen. En ze heeft het over, als je goed hebt geluisterd, noemt ze twee perspectieven. Het is het maatschappelijke perspectief. Namelijk dat wij slapeloosheid, het niet slapen, framen vanuit onze samenleving als iets heel cools. Als iets heel nastrevenswaardigs. Waarom is New York zo fantastisch? Nou, het is sowieso een fantastische stad, maar het is a city that never sleeps. Hè? Dus, en ja. Daar wil je naartoe. Daar gebeurt hard. Het. Ja, daar, we werken daar. Zo hard. En we werken niet alleen hard, maar we vermaken ons ook nog de hele nacht door. Alle winkels zijn open. En dat is hoe het moet zijn. Hè? Dus als een soort ideaal. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Wat ze ook noemde, en dat is het tweede ideaal, is het ideaal wat betreft leiderschap en dan vooral over mannelijk leiderschap. En ik weet niet wat dat is, maar het is heel interessant dat het altijd 4 uur zijn. Bill Clinton sliep ook 4 uur. Ja. He, dus, en er zijn meer voorbeelden van leiders, mannelijke leiders, die ook in de media dan meestal niet direct het zelf zeggen, maar via zegslieden door laten schemen. Ik heb maar 4 uur slaap nodig. Ja, daarom, met andere woorden, ik ben cool. Kun je niet, dan ga je dood. Het is gewoon natuurlijk om te beginnen niet waar. Maar dat doet er helemaal niet toe. Nee. Wat interessant is, is dat dat beeld van, ja, maar ik heb het niet nodig. Dus we vinden het als samenleving heel cool dat we niet hoeven te slapen. En we willen naar die steden, ik bedoel, we willen niet naar Wijchen toe of zo. Maar we willen naar New York toe. Nou, er zijn meerdere redenen om naar New York. Maar een van de redenen is omdat ze daar nooit slapen. En we dus ook niet. En de tweede reden is dus dat we dat beeld hebben van het is iets nastrevenswaardigs. En ik denk dat als je daar inderdaad historisch naar gaat kijken, dat het relatief nieuw is. Dus ik denk dat in de geschiedenis het idee van het is cool dat je geen slaap nodig hebt. En het is belangrijk dat hoe minder slaap je nodig hebt, hoe groter lijden je bent. Ik denk dat je om dat te vinden in de geschiedenis best lang moet wachten. En dat dat inderdaad wel echt iets te maken heeft. Zoals Arianna Huffington ook zegt, te maken heeft met modernisering, met de kapitalistische economie, die altijd in beweging moet blijven, die altijd moet groeien. En ik denk ook wel dat daar een versnelling heeft plaatsgevonden. In dit land bijvoorbeeld. Ik ben niet opgegroeid met het idee. Bedoel, toen ik opgroeide, ging de Albert Heijn om 6 uur 's avonds dicht. Nu gaat hij om 10 uur 's avonds, grootste deel 12 uur. En de Tesco in Groot-Brittannië gaat niet meer dicht. Dus die werkt inderdaad al 24/7. Dat groeit denk ik enorm. En ik denk het is interessant om te zien waarom doen we dat. En waarom vinden we dat nou ineens zo cool. Maar het is denk ik ook belangrijk om te zien dat dit niet per se gezond is. Ik ben het met hem eens. Nou, wat heerlijk. Ja. Ik zou dan de avond kunnen afsluiten met dat u hier een beetje samen in bent. Maar ik wil nog even ingaan op het gevaar dan van te weinig slaap. Ja. Want u merkte net op, als je echt 4 uur per nacht slaapt, ga je dood. Ja. Is dat zo? Continu. Ja, op den duur wel. Ja. Maar die 4 uur, dat zei hij ook al, dat is overdreven natuurlijk. Want als je echt veel slaap hebt, dan komt die vanzelf wel. En dan slapen die overdag wat bij, et cetera. Dus die 4 uur. Okay. Maar als je echt te weinig slaapt, ga je dood. En dat is natuurlijk experimenteel. Bij dieren is dat vastgesteld. En bij mensen ook onder bepaalde omstandigheden. Want er zijn, mensen kunnen elkaar iets aandoen natuurlijk. Hè? In concentratiekampen en daar waar gemarteld wordt. Ja. Dan blijkt dat je, als je dus echt niet kunt slapen, dan ga je na verloop van tijd, en het is ongeveer 15 dagen daaromtrent, overlijd je, ga je dood. Ja. Dat is ook één ziektebeeld waarbij een deel van de thalamus is aangetast. En die kunnen niet slapen dan. En dan zie je dat het ook gebeurt. Zo. Dus slaap heb je echt nodig. Ja. Waarom denk ik dat we nou nog net niet te weinig slapen is? Het criterium is, als je te weinig slaap hebt, dat uitzicht in slaperigheid overdag. En dat valt nog net mee. En want slaperigheid overdag, dat tast je cognitieve functies in hoge mate aan. Mm-hmm. De alertheid, dat zie je dan, dat zou je dan in het verkeer zien, veel meer ongelukken. Ja. Et cetera. Al dit soort zaken, die gaan dan teruglopen. En dat valt nog net mee. Maar ik zeg, we zitten op de rand. Het kan niet meer minder. Er is een tendens nu om toch iets, althans bij sporters, want die hebben
die hebben nou ineens begrepen dat slaap heel erg van belang is voor hun prestaties, dan zie je dat die langer gaan slapen. En die hebben ook die powernap geïntroduceerd. Ja. Dus die powernap, net na de middag, laten we zeggen in plaats van siesta hebben ze een powernap. En dan zie je dat die prestaties daar, dat de prestaties ten goede komt. Ja. Dus daar zie je het belang dan ook van in. En gelukkig is dat heden de dagen nu het geval. Slaap, 10 jaar geleden, als ze dan vroegen wat doe jij, dan zei ik maar hersenonderzoek. Dan zei ze, als ik zou zeggen slaap, dan ja, dat is wel suffen hoor, dat is niet gebeuren. Maar dat is dus niet meer zo. Nee, we willen allemaal heel graag goed slapen. Ja. Inderdaad, ja. Maar de omstandigheden zijn minder geworden om goed te kunnen slapen. Ja, want dan zijn die programma's die tot 12 uur doorgaan. En dan moet er nog naar het laatste nieuws gekeken worden. En dan moet de cooling down van het brein er nog even bij komen. En dan is het 1 uur. Ja. En dan moeten veel mensen toch weer om 7 uur, 8 uur. En dan hebben ze net voldoende. Ja, net. Net ook. Voldoende. Net. Net te weinig of net genoeg. Ja. En je ziet het bij die pubers die nou allemaal examen aan het doen zijn, weet je wel. Die moeten lang studeren, s'avonds nog, vroeg op, et cetera. Dan denk je, doe dat nou niet, ga nou op tijd naar bed enzovoorts. Ja. Maar dat doen ze dan niet meer. En als ze geslaagd zijn, gaan ze naar Ibiza. En dan gaan ze ook niet slapen. En dan komen ze om 6 uur 's ochtends thuis. Zijn ze klaar dan? Nou, volgens mij moeten we dan inderdaad meer eindigen bij het begin van de avond. En de titel, Leven de slaap. Bedankt, Kees Lijnhorst, Tom Koenen en ook onze sprekers van daarvoor. Rob de Ron, Tinka Prast, Norbert Peters. En u. En dan heb ik nog een hele kleine uitsmijter om u echt rustig... Dus ga nog heel even zitten, het duurt een minuut. Het is een gedicht. Het heet Tot de slaap. Het is van Ida Gerhard. Lisbeth, kom graag nog 1 keer naar voren. En ik denk dat u daarna niet hoeft te klappen, maar gewoon zoeven wij de zaal uit. Tot de slaap. Zo kom tot rust. Vertrouw u aan de nacht. Te slapen gaat nu alles op de aarde. En geef verloren wat uw hart bezwaarde. Langs verre stromen wordt het thuisgebracht. Zo kom tot rust. En hoor naar het gestadig ruisen des levens. Al wat is geschapen, doorwoont het. Aan zijn hartslag moogt gij slapen. Ook in uzelve arbeidt het genadig. Zo kom tot rust en vind de diepe dalen van slaap. De sterren gaan, de wateren stromen. Zo wordt dan op hun mate meegenomen. Gerust, nog wacht de nacht, uw ademhalen.